Suzanne Hering. Ik ben enorm bereikbaar, maar ook heb ik heel bereikbaar werk. Want ik hoef maar op een fiets naar mijn werk voor de lokale zender AT5. Wat nu helemaal in Nieuw-West zit. Maar ja, dat fiets ik dan. En daardoor werk ik vaak thuis. En ik hoor op Radio 1 de steeds groter wordende files. Dus dan zit ik daar lekker naar te luisteren en een beetje daarvan te genieten. Maar dit weekend ging ik met de trein naar wat dingetjes in de provincie. Wat concerten en dat soort dingen. Om 2 uur 's middags op zondag is die trein gewoon ramvol. Dat is ongelooflijk. Dus ik dacht, wat gebeurt er nou? Er bestaan gewoon geen lege treinen meer. Dus dat was ik aan het doen. Toen ging ik me verdiepen in dit onderwerp. U gaat daar zitten, heel goed. Ik ging verdiepen in het onderwerp en toen dacht ik, mijn god, we slippen gewoon helemaal dicht. Wie van u zit elke dag in de file? Die staan nu in de file waarschijnlijk, dus die zijn er niet. Die komen straks binnen. En wie zit er dagelijks of vrij of 3 keer in de week in een hele volle trein? Iemand? Ja, kijk. Volle trein. En zie jij het volle worden? Wat is jouw ervaring? Zeker. Ja, vooral nu de vakantie erover is, heel erg. En moet jij staan? Kun jij zitten? Nee, nou, ik stap gelukkig in Utrecht in, dus dan gaan er heel veel mensen weer uit. Dus dan heb ik, als ik ren, heb ik altijd nog een plekje. Maar, en merk je dat het erger wordt? Ik moet zeggen, ik werk nu sinds januari. Dus mijn ervaring is van januari tot nu. Dus daarin weet ik het nog niet heel goed. Je hebt nog niet echt een track record. En hier was ook iemand die elke dag in een volle trein zit. U, geloof ik, hè? U zat elke dag in een volle trein? Heeft u lange ervaring daarmee? Ja, ik wil niks zeggen. Nee, ik ga het echt niet, ik ga het niet zeggen. Ja, lange, veel ervaring mee. Maar ziet u dat het erger wordt? Ja, denk het. Ja. Het is, nou ja, de trein gaat, ze organiseren dat steeds meer natuurlijk. Dus ja. De treinen zijn korter en de mensen zijn nog steeds evenveel. Dus buiten de spits is de trein korter, waardoor die nog steeds vol zit. Dus je staat eigenlijk altijd. Jij staat ook echt elke dag in de trein? Toch wel een stokje vaak, ja. Heen of terug. U ook? Ja, u wil wat zeggen. Ik zie het. Eager. Ik schuif eventjes met mijn billen, sorry, langs de ruggen. Dat is... U ook? Ja, nou, ik dacht dat het misschien wel bijzonder te vertellen. Ik zit namelijk iedere ochtend in de spits in een lege trein. Ik rijd namelijk tegen de spits in. Dus dat vertel, is daar nog meer werk te vinden waar u naartoe gaat? Waar gaat u naartoe? Ik ga naar Heer Hugo Waard. Wat is daar te beleven? daar ben ik adviseer verkeer en vervoer bij de gemeente. Oh, echt waar? Dus u gaat tegen de spits. Hoe voelt dat? Ja, dat is heel comfortabel. Hij rijdt namelijk ook 4 keer per uur, omdat het spits is. En al die mensen uit Heer Hugo Waard hier naartoe moeten. En dat is natuurlijk al mooi dat ze dat met de trein doen. En ja, een van mijn projecten is ook om te kijken om meer heer Hugo Waarders met de trein deze kant op te krijgen in plaats van met de auto. Nou, daar gaan we voor zorgen. Meer heer Hugo Waarders, lijkt me al moeilijk. Meer heer Hugo Waarders met de trein. Dat vind ik een goed doel voor deze avond. Maar ik vertelde me dat ik me aan het verdiepen was hierin. Zijn er ook mensen die hier professioneel zich erin verdiepen? Wie zijn de professionals en wie zijn de amateurs hier? Dat wil ik even weten. Wie zijn er professioneel bezig met dit mobiliteitsvraagstuk? Oh, dat zijn er veel. En de rest is gewoon, u bent gewoon geïnteresseerd? Ik ben geïnteresseerd, maar ik ben ook wel... Stiekem? Stiekem wel. Ja, ik ben wel mee bezig. Ja. Dat kan je wel zeggen. Maar ik denk ook wel, dus echt op het knooppuntontwikkeling, het verhaal... Ja, dus voor nu nog bij in een adviserende rol, maar straks bij een andere plek. Dus oh ja, u zit er... Nog een beetje geheimzinnig door. Ja, een beetje geheim inderdaad. Oh, nou, daar gaan we vandaag wel achter komen. Ik hou hem in de gaten. Nou, in ieder geval, ik kwam erachter dat het een enorm probleem is. We slippen voorkomen dicht. En we hebben een enorme woningbouwopgave. Gisteren zei Peter Boelhouwer, TU Delft, in een avond over de woningbouw. Er moet een deltaplan komen voor de woningbouw. Ik zeg nu... Er moet een deltaplan komen voor de mobiliteit. Want er komt dus een stad zo groot als Eindhoven, wordt erbij gebouwd in deze regio. En niemand denkt na over hoe we daar gaan komen. Het slipt nu al dicht, maar wat er allemaal gaat komen, dat zorgt ervoor dat het nog verder dicht slipt. En wie gaat het betalen? Het geld is er niet. Want het geld is al belegd en na 2020 zijn de gasinkomsten ook niet meer. Dus we krijgen niet 10 miljard er meer bij. Dus het is gewoon hopeloos. Hoe gaan we het doen? Wie gaat het betalen? We gaan het erover hebben met experts. Gelukkig zijn er heel veel mensen die erover nadenken. Stedenbouwkundigen, mobiliteitsdeskundigen, gebiedsontwikkelaars. Want het is de serie gebiedsontwikkeling. We gaan ook kijken, wat is de rol van gebiedsontwikkelaars hierin? En de politiek is hier ook. Ik zeg nog niet wie het is. En die gaat heel veel van wat er vanavond gezegd wordt meenemen in zijn nieuwe rol. Als, nou niet nieuwe rol, maar voor de verkiezingen.
Want dit is hem, Andries. Dus jij gaat ophalen. Wat we gaan doen vanavond, dus we doen een soort shock and awe methode. We gaan eerst shocken, zeg maar, van wat is de urgentie, wat is nou eigenlijk echt aan de hand. Vervolgens wordt er gepraat van wat zijn er nu de financieringsmethoden en wordt er onderzoek gedaan en wat kan er verbeterd in worden. Dan is er even een soort adempauze van vragen van uw kant. En dan gaan we met gebiedsontwikkelaars in gesprek van wat is de rol van een gebiedsontwikkelaar in het verbeteren van de mobiliteit. Wat kunnen zij doen? En wat willen zij van de politiek? Wat kan de politiek voor hen doen? En dan gaan we een soort lagerhuisdebat doen met ook een mobiliteitsdeskundige. Hebben we hier ook uitgenodigd. En dan gaan we met z'n allen in gesprek of van gedachten wisselen. Wat zouden nou mogelijkheden kunnen zijn? Dan komt de politiek erbij. Onze D66-statenlid verkeer en vervoer is hier. En dan gaan we met Ton Venhoeven die het spits af zal bijten. Onze Rijksbouwmeester voor infrastructuur. Groot ontwerper van heel veel mobiliteitsdeskundigen. Dank voor de Zevenbrug. Dat heeft hij ook gemaakt, de Zevenbrug die hier onder het gebouw doorgaat. Ton Venhoeven, kom even naar voren. Jij gaat ons in 10 minuten, een kwartier, de urgentie van de zaak uit de doeken doen. Ja. Heb je er zin in? Ja, ja, ja. Ga je ons gek maken? Ja. Ja? Ga je gang. Vrij simpel. Doet hij het? Ja. Ja. Oké. En dan is dit... Ja, doe maar. Oké. Dit is een plaatje van Mobility as a Service. En dit ben ik en dat is mijn bedrijf. Een soort bereikbaar Amsterdam is vanavond. Mobility as a Service is eigenlijk datgene waar de gemeente Amsterdam op inzet. Om een enorm bereikbaarheidsprobleem van allerlei nieuwe ontwikkelingen op te lossen. En dat is de Sluisbuurt, dat is Havenstad, dat is van alles en nog wat. Mobility as a Service vereist eigenlijk dat we heel anders gaan denken over netwerken. Dat we niet denken over openbaar vervoernetwerken aan de ene kant en weginfrastructuur aan de andere kant. Maar dat we eigenlijk dat we alle verschillende netwerken aan elkaar gaan koppelen, zodat iedereen altijd kan kiezen tussen verschillende opties. Nou, ik laat even wat dingen zien. Sowieso de voorspelling van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse van vorig jaar voorjaar, die wijst uit dat het hier geweldig misgaat in 2030. Want er wordt veel te veel gebouwd. Er zijn steeds meer mensen die in auto's kruipen. Het openbaar vervoer is eigenlijk al jarenlang niet in geïnvesteerd of heel weinig in geïnvesteerd. De Noord-Zuidlijn. Ja. En hier en daar, wat HOV-lijnen. Maar hij heeft gewoon een enorme achterstand. Je ziet ook dat er is een enorme ontwikkeling gaat er plaatsvinden van het aantal inwoners. Je ziet hoe donkerder, hoe hoger het groeipercentage van de verschillende plekken is. Als je weet dat nu al op een aantal plekken het helemaal vaststaat, dan is het niet zo moeilijk om te bedenken wat er gebeurt. Er werd mij gevraagd van kun je voorbeelden uit het buitenland geven van hoe goed een goede afstemming tussen ruimte en mobiliteit is wanneer je kijkt naar het spoor. En toen dacht ik, nou dat ga ik niet doen, want ik ga gewoon naar Noord-Holland kijken. En dan zie je eigenlijk dat al die dorpen die we hebben, Alkmaar, Purmerend, Hoorn, van alles en nog wat. Je ziet eigenlijk dat die spoorlijnen, dat die heel netjes eigenlijk al die verschillende bevolkingskernen aan elkaar rijgen. En wat er in de afgelopen jaren gebeurd is, is dat er eigenlijk concurrerende HOV-lijnen naastgelegd zijn. Waardoor en de frequentie van het spoor bijvoorbeeld naar Purmerend is eens in het half uur dat er een treintje gaat. Er rijden dubbeldekkers, die rijden over dit spoor helemaal naar Alkmaar en Heergewaard toe. En die stoppen dan bij elke scheet hier. Dus dat is eigenlijk geen systeem meer wat voor deze tijd voor die metropoolontwikkeling geschikt is. Dit beleid van de provincie Noord-Holland is eigenlijk om te kijken van waar kunnen we eigenlijk binnenstedelijk verdichten en tegelijkertijd die bereikbaarheid verbeteren. En dat is dus rondom die stationsknopen. Dat is knooppuntontwikkeling. Maar dat heet ook TOD, Transit Oriented Development.
wat het idee is van de structuurvisie, zowel voor havenstad, voor eigenlijk allerlei ontwikkelingen in havenstad bijvoorbeeld, is dat de modal split, die nu 60% auto is, dat die teruggaat naar 15% auto. En het aantal parkeerplaatsen, wat op sommige plekken nu rond de 1,5 per woning zit, dat teruggaat naar 0,2. Nou, dat kan allemaal best, maar dan moet je wel een perfect mobility as a service systeem hebben. En dat vergt dat je zowel je spoor op orde hebt als je weg. Hoe zit het nou hier in elkaar? Als je kijkt naar de hele metropoolregio, dan denk je van, nou, dat is eigenlijk nog best oké. 36% auto, 15% openbaar vervoer, 27% fiets. Maar als je verder gaat kijken en je kijkt van, hoe zit het in de MRA in de deelregio Noord, dan zie je 60% auto. In Amsterdam zelf, ja, 32% en 23% OV. Heel veel fiets. Heel weinig lopen eigenlijk toch. En in de deelregio Zuid, daar is het weer, dus denk aan Hoofddorp en zo, weer 60%. Dus zodra wij gaan werken aan serieuze metropoolontwikkeling, aan de ontwikkeling van Amsterdam-Noord en Havenstad, dan lopen we keihard tegen de problemen aan dat het systeem zoals dat binnen de grachtengordel goed functioneert, eigenlijk daarbuiten helemaal niet functioneert of totaal anders functioneert. En dat levert enorme schade op voor de economie, voor de bewoners, ergernis tijdens het in de file staan. Dus wat we ook verzinnen met elkaar, dit probleem moeten we echt oplossen. En in Havenstad, daar kan het ook niet anders dan opgelost worden. Alleen, hoe gaan we dat doen? Nou, even wat ambities op een rij. Ik heb een beetje bij Posad geshopt. We hebben alleen in de MRA hebben we al 240.000 extra woningen erbij. We hebben het niet over de uitlopers richting Alkmaar enzovoort. Eigenlijk is het natuurlijk onderdeel van een regio met Utrecht erbij en Almere. En dan gaat het echt over 400.000 woningen erbij. Als je kijkt, deze laat ik maar even over. Dat zijn telkens één kaart die door de regio gemaakt is en één kaart die door het Rijk gemaakt is. En dan zie je dat er nog wel verschillen zijn. Bijvoorbeeld bij mobiliteitsvisie. Nou, hier is, dit is wel interessant. Je ziet hier dat er 90.000 voertuigen per dag de stad ingaan. Hier ook 100.000. Hier ook 105.000. En hier 50.000 en daar 45.000. Gaat allemaal naar de stad toe. En daar komt het dus op die stad die eigenlijk anders georganiseerd is. Dus dat conflict tussen wat het Rijk probeert de stad in te pompen en wat de stad probeert koortsachtig buiten te houden, dat conflict speelt zich af op de ring. Dan zie je ook dat bijvoorbeeld het Rijk en de stad heel anders denken over die opgave. Hier staan al uitroeptekentjes, denk aan de bereikbaarheid ring. En hier staat dan vraaggestuurde mobiliteit. Dat is mobility as a service. Gaan we bij het Rijk kijken, er staat niet mobility as a service, er staat een tweede ring. Dus, nou, dat is dus de analyse van wat er zoal gebeurt, die is eigenlijk hetzelfde. Alleen, er wordt bij het Rijk nauwelijks ingezet op multimodale bereikbaarheid. En dat vind ik toch wel een echt heel ernstig geval. Omdat ik weet uit eigen ervaring dat bij Rijkswaterstaat en bij INM zeiden ze, ons beleid is niet modal shift, ons beleid is multimodale bereikbaarheid. Dus het is echt cultuurding binnen het ministerie. Dan heb je de economische kernen. Dat is ook een heel belangrijk verhaal van hoe komen mensen van de woongebieden naar de werkgebieden. En daar zie je dan deze tekening van het Rijk. En dan hebben ze het dus echt over die Zaan-Ei-corridor als een topmilieu. En deze natuurlijk als een topmilieu. Nou, nog van alles en nog wat, maar die twee pak ik er even uit. En die zie je ook terug bij de ruimtelijke economische ontwikkelstrategie. Daar zit weer die Zaan-Ei-corridor in. Hier ook een corridor ten opzichte van, dus langs de stad. En deze, die moet er eigenlijk voor zorgen, die stijgt uit boven de metropolitane bereikbaarheid. Die zorgt ervoor dat er een agglomeratieontwikkeling ontstaat, waarbij de economie van de G5 samen
eigenlijk één grote arbeidsmarkt en woonmarkt vormt. Zie je nu al gebeuren, hè? Mensen die in Amsterdam de woningen te duur vinden, trekken naar Rotterdam, pakken de Intercity direct, gaat hartstikke goed. En dan ontstaat er dus eigenlijk een woonmarkt. Maar daarvoor is het wel essentieel dat die bereikbaarheid zowel tussen de steden, maar dus ook in die steden en in die metropolitane regio helemaal perfect is. Nou, MRA, toekomstbeeld, spoor, heb ik er gewoon maar even bij gepakt. Hè. Dus er zijn allerlei plannen. Alleen, dit is ook een plan, regionaal OV ambitiebeeld. Dit is wel een interessante kaart, omdat hier eigenlijk de verschillende... Het zijn eigenlijk twee systemen, die ook al gebruiken ze drie kleuren. Zijn eigenlijk twee systemen die je hier ziet. Ik beschouw dit even als onderdeel van de metropoolregio. En dan kun je dat groen eigenlijk zien als verlengstuk van rood. Want dat is het de daily urban system, waarin mensen 's ochtends naar hun werk gaan en 's avonds weer naar huis. Maar je ziet ook die andere corridors, dat zijn deze. Dat is stel je woont met z'n tweeën in Alkmaar en de een die gaat naar Amsterdam en de ander die gaat naar Leiden of naar Den Haag om te werken. Dan heb je dus die ene arbeidsmarkt en die woonmarkt waar Alkmaar dan een onderdeel van is. Dus op zo'n soort corridor heb je eigenlijk nationaal verkeer, maar ook regionaal of metropolitaan verkeer. Nou, dat is even belangrijk om te bedenken hoe dat soort systemen ten opzichte van elkaar werken. Want als je met een trein achter een sprinter zit, die achter een goederentrein zit, dan functioneert het allemaal niet goed. Maken jullie ongetwijfeld vaak mee. Wat je hier ziet in dit gebied, nou dit is een kaart, er staat de woonopgave van Amsterdam op en dan zie je blauw, dat is al besloten. Donkergroen, dat is in voorbereiding en dit is de strategische voorraad. Dus dat zijn die lichtgroene dingen. Je ziet dat hier in Noord ook van alles zit, maar dat komt in alle plannen van bereikbaarheid helemaal niet voor. Hier hebben we nog de Zaan-Ei-corridor en dan zie je dat de gemeente Zaanstad die denkt van wij gaan dit gewoon allemaal regelen met HOV-lijnen. En je ziet het zijn uiterst snelle verbindingen, want die kronkelen de hele stad door om overal reizigers op te halen. Dit is het idee van Amsterdam voor de Zaan-Ei-corridor en Havenstad. En dan zie je dat zij hier een mooie HOV-lijn maken. Die sluit hier aan op een afslag van de Noord-Zuidlijn die er al zit. Gaat dan als een bus verder en die rijdt dan hier doorheen. Gaat over het Hembrugterrein en gaat dan zo naar dingen. Ik denk dat dit een metrolijn wordt uiteindelijk. Die ook heel veel potentie heeft om al die kusten, al die havenfronten te ontsluiten. Maar ook de gebieden hierachter. Maar er is niks te bekennen van hoe dit gebied ontsloten wordt. En ik zit zelf ben ik met een consortium bezig op het Hembrugterrein. En daar hebben we ook geen ontsluiting. Daar kunnen we alleen maar met de auto komen. Dus er zijn wel flinke uitdagingen. Dus ik heb hier even bijgeschreven van wat doen we met dit gebied? Wat doen we met dat gebied? En de stad is daar ook niet uit. Dus als je het hebt over dat hele grote bereikbaarheidsprobleem, dat concentreert zich hier eigenlijk op de plek waar ik die vraagtekens neerzet. En natuurlijk bij de betaalbaarheid van deze ingrepen, want die is er ook nog niet. Nou, volgens mij moet dit gebeuren, waarbij we dus hier gewoon een metro aanleggen. Dat kost geld, daar gaan we het straks over hebben, hoe we geld regelen. En dat we hier ook een lijn maken die naar Buikslotermeerplein gaat en aan de andere kant via de Sluisbuurt weer aansluit op de ringlijn. Hier sluit hij ook aan op de Isolatorweg. Dan is eigenlijk dit is het huidige spoor en metro, waarbij eigenlijk in die metropoolregio dit soort spoor vooral met dubbeldekkers en goederentreinen bereden wordt. Hier is helemaal niks in Noord. En er stond ook een artikel in het Parool van iemand die zei, ik kan nu 's avonds niet meer uit, want om 11 uur is er geen bus meer hier in Noord. Dus ik denk dat uiteindelijk na een hele hoop discussiëren dat we als stad hierop uitkomen, die Noordoever daar een metrolijn bouwen, een metro aansluiten om de ring ook in Noord te maken, zodat we net als in Zuid en in West
parallel het spoor hebben en de ringweg. Zodat je eigenlijk overal kan kiezen tussen ga ik de weg op of pak ik het spoor. Wat erbij hoort, volgens mij, ik heb deze er ook bij getrokken. Dus die doortrekken naar Edam. Dan kunnen die rare HOV-verbindingen hier weg. En dan kunnen we dit hele verhaal kunnen we op bestaand spoor light rail maken. En met light rail kunnen we autonome treinen maken die 1 minuut achter elkaar rijden. Dus extreem hoge frequentie. En daar, die kunnen heel veel stationnetjes achter elkaar stoppen en dan met 140 km per uur een stuk overslaan waar geen stationnetjes zijn, waar je ze ook niet wil hebben. Dus dat is een heel interessant systeem. Hoe doe je dat? De betaling? Nou, één is dat die knooppunten, die moeten natuurlijk echt multimodaal zijn. Dus met het openbaar vervoer, de auto erbij, lopen in de omgeving van het station, superbelangrijk, hoge dichtheid, als het even kan. En met zo'n soort systeem heb je gelijk ook dus eigenlijk de missing link in je multimodale netwerken. En daarmee kun je het lopen stimuleren, fietsen stimuleren, betere verbindingen maken, je openbaar vervoer gezond krijgen. Daar hoort mixen van inkomensgroepen ook bij, dus je maakt gelijk een inclusieve stad. Dus van alles en nog wat. En zo kan het betaald worden. Maar daar komen we straks misschien op terug. Want als je zorgt dat er veel mensen rond knopen wonen, dan is het ook zinnig om daar met veel treinen langs te komen. En dan daarmee kun je een verdienmechanisme op een rij zetten. Dus dat, groot applaus voor de Ja, dat zijn hele, ja, ik zie het wel opgelost worden, maar wie gaat het betalen? Dat is de grote vraag. Als jij het nou voor het zeggen zou hebben, hey, je zou weer Rijksbouwmeester zijn met slagkracht, met heel veel geld. Wat zou je als eerste gaan doen in Amsterdam? Het allereerste. Nou, ik heb ik heb ook voor de World Bank gewerkt. Ja. En toen gaf ook advies over TOD. En toen heb ik een keer de fout gemaakt om te zeggen, betaal de aanleg van infrastructuur niet met ruimtelijke ontwikkeling. Nou, toen werd ik weggelachen, ja. Want dat doen ze namelijk wel in Washington, dat doen ze in Chili, dat doen ze over. Er zijn heel veel voorbeelden van eigenlijk winstgevende aanleg en exploitatie van infrastructuur. Ja. Dus ik denk dat het hier vooral een kwestie is van keuzes maken. Ja. En wij zitten nu gewoon eigenlijk gevangen in het idee dat iedereen met de auto overal moet kunnen komen. Maar welke keuze zou jij als eerste maken als jij Willem 1 was? Modal shift. Dat is echt, dat is waar alles om draait. Ja. Dus als je zegt van, nou, we willen gewoon die gezonde steden die competitief zijn, die heel goed bereikbaar zijn, die onderdeel zijn van grotere netwerken, dat kan niet anders dan met openbaar vervoer. Ja. En dan is alles, al het andere, zelfrijdende auto's, drones, weet ik veel, is allemaal ondergeschikt. Is, OV is echt. Ja, die grote railcorridors, dat is echt de crux waar alles op draait. En die light rail, daar, dat vond ik wel heel dat op de bestaande spoor kan. Dat kan vrij snel gerealiseerd worden, lijkt me. Ja, precies. En wat heel belangrijk is, we hebben nu natuurlijk, we zijn de wereld aan het redden. We hebben nog 10 jaar. En, en als je nu kijkt hoe lang het geduurd heeft dat die Noord-Zuidlijn er komt, dat kunnen we ons niet nog een keer voorlopen. Dat kunnen we niet. Dus het idee van, nou, we doen voorzichtig een stationnetje erbij en hopen dat niemand het merkt. En dan gaan we geleidelijk gaan we het ontwikkelen. Maar die urgentie is dus zo dadelijk dat je zegt, over 10 jaar is het gewoon echt chaos. Nou, het is, ik denk echt dat die 1,5 graad, ik noem het maar even de 1,5 graad. Ja, het is nu echt heel waar, ik maak me echt zorgen. Ja. Maar dat is echt een heel serieus ding. En uiteindelijk zullen we wel overleven. Dan wordt het 2,5 graad warmer. Maar dan zijn we ongelooflijk veel biodiversiteit kwijt. Ja. De kwaliteit van leven is ontzettend veel slechter. Dus de urgentie is duidelijk. Komende 10 jaar. Nou, zit het nou tussen de oren, jongens, of niet? Je zit allemaal te kijken. Ja, het zal allemaal wel met tijd duren. Nee, toch? Nee. Voelen jullie hem, de urgentie? Ja, zeg ja, want anders stop ik nog eventjes. Ja, heel goed. Remco Derksen, directeur van Rebel Groep. Jullie doen onderzoek, hè, met de G4-gemeentes naar wie gaat het betalen? Wat heb jij van het verhaal van Ton overgehouden van je denkt, nou, dat zou best wel snel kunnen? Nou, wat ik er in ieder geval aan overgehouden heb, is dat ik me herinner hoe leuk het is om met hem samen te werken. Maar dat even terzijde. Ik denk wel dat hij wel gelijk heeft dat de focus, kijk ook naar de manier waarop het Rijksbudget bijvoorbeeld het afgelopen jaar besteed is. Daar gaat 39% gaat naar het openbaar vervoer, de rest gaat eigenlijk grotendeels naar weginfra. Ja.
En als het waar is wat, en het is waar met die stedelijke verdichting en de wens om dat vooral binnen bestaand stedelijk gebied op te vangen, dan kan het niet anders dat daar ook een andere manier van denken bij hoort, inhoudelijk, maar ook qua bekostiging. Ja, oké. Ga los. Ja? Ja. Dankjewel. Applausje, aanmoedigend applausje. Ja, dat is fijn. Wij hebben samen met APPM onderzoek gedaan naar de bekosting van de bereikbaarheid. In eerste instantie in samenspraak met, in opdracht van de G4-wethouders, in de samenspraak met Adriaan van Hoogstraten, de secretaris van de G4. En volgens nog een aanvulling, want deze was voor de zomer eigenlijk al klaar. En we hebben rondom de zomer nog een aanvulling gedaan voor het OV-toekomstbeeld. Dus dat was wat meer een landelijk onderzoek. En ik ga een beetje uit beide proberen wat te putten. Als je het hebt over de opgave en de urgentie, hebben in een eerder stadium, we hebben dit over samen gedaan met de medewerkers van de G4-gemeente. Ik zeg het iedere keer G4-gemeente, maar het ging eigenlijk over de bereikbaarheid van de G4, de grootstedelijke regio's. We hebben dat samen gedaan met de ambtenaren, de medewerkers van de G4-gemeente. En die hadden in een eerder stadium al gekoppeld een beetje aan de verstedelijkingsopgave zoals Tom die geschetst heeft, hebben zij ook een soort bereikbaarheidsprogramma gemaakt. En dat zat ergens tussen de 10 en de 18 miljard. Als je de verstedelijkingsopgave zou willen accommoderen tot aan 2040. Of al je plannen erin zitten tonnen, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval een omvangrijk pakket. Wij hebben ervoor gekozen om dat pakket maar even te laten voor wat het is. Veel meer model shift, veel meer smart mobility, veel meer Maas. Zou betekenen nog steeds in onze opvatting dat je aan de ondergrens van die 10 miljard nog steeds daaraan toe bent. Want ook daarvoor zijn investeringen nodig. In hubs, in de kwaliteit van het openbaar vervoer enzovoort. Mocht dat allemaal wat langer duren, dan mag je ervan uitgaan dat er veel meer light rail, veel meer OV-investeringen nodig zijn. En dan loopt het al snel op richting de 18 miljard. Dat is de manier waarop wij met de opgave en urgentie aan de slag gegaan zijn. En wij hebben al snel het volgende geconstateerd. Ten eerste is, en daar heb ik straks ook een plaatje van, er zijn, kijk het ook alleen al naar die ondergrens van 10 miljard en kijken wat de reguliere middelen zijn die het Rijk, maar ook die grootstedelijke regio's, inclusief de provincies, beschikbaar hebben tot ongeveer 2035, 2040, dan is dat onvoldoende, zelfs al onvoldoende om tot aan die 10 miljard te komen. Laat staan die 18 miljard. Ten tweede zijn die reguliere middelen, zeker aan de Rijkskant, maar dat geldt ook wel voor een aantal overheden, nog wel laat beschikbaar. Je zei het net in de intro, vanaf 2028, sommige roepen 2030, zijn de eerste middelen voor het MIRT, wat straks een mobiliteitsfonds gaat heten, weer beschikbaar. Tot die tijd is alles belegd. Iedereen weet dat er ongetwijfeld een paar honderd miljoen beschikbaar is in de komende jaren. Maar in principe voor de grote bedragen is alles belegd. Laatste constatering, luisterend ook naar de verhalen die rondom de verstedelijkingen te ronden doen. Alle reguliere bekostigingsbronnen, die zijn vaak verschot. Met andere woorden, het kan de infrastructuur, het kan naar het openbaar vervoer. Het kan soms naar fiets, naar verkeersveiligheid. Maar de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling, budgetten en budgetten voor de infrastructuur, die is er niet. Terwijl de verstedelijkingsopgave dat wel vraagt. Dus er veel meer een brede of integrale benadering is nodig. Ter illustratie, plaatje is niet van ons, plaatje van het ministerie zelf, van INW. Ik heb alleen dat rode cirkeltje eromheen gezet. Dat zie je dat na 2028 de vrije bestedingsruimte voor het ministerie tot aan 2031, 2032, 4,5 miljard is. Als je dat zo ongeveer nog een beetje doortrekken en zou matchen met een soort medebekostiging vanuit de andere overheden, dan haal je dus die 10 miljard gewoon niet. Er werd net iets gezegd over de vestgelden, de aardgasgelden, die zijn er vanaf 2010 al niet meer. En dat is langzamerhand in een reservepotje wel opgebouwd en uitgegeven, maar die zijn er al een tijdje niet meer. En daar werden wel hele grote ingrepen rondom Phoenix-locaties, HZL en dergelijke in het verleden uitbetaald. Maar dat is er gewoon niet meer. De tweede bullet ook niet onbelangrijk. Stel een toenemende elektrificatie van het vervoer, minder accijnsinkomsten, maar ook meer model shift waarschijnlijk, minder MRB. Mijn inschatting, en die neem ik voor mijn eigen rekening, is dat de vrije investeringsruimte na 2032 bij het Rijk, als je er even vanuit gaat citeren, paribus van dezelfde verdelingsmechanismen, dat die ook nog wel eens onder druk kan komen te staan. Financiën staat niet toe dat er een 1-op-1 relatie gelegd wordt tussen de inkomsten uit verkeer en vervoer en de uitgaven. Maar als de inkomsten onder druk staan, dan zal er ergens wel een keer een rekensommetje gemaakt worden. Hetzelfde plaatje zou je ook voor de brede doeluitkering, datgene waar de regio's en de provincies op kunnen rekenen, daar geldt eigenlijk hetzelfde. Ook daar staat de vrije bestedingsruimte onder druk.
Hiermee zijn wij op pad gegaan. En ik zeg er gelijk bij, wij hebben ook een aanname gedaan. We hebben gekeken naar de verstedelijkingsopgave in die grootstedelijke G4-regio's. En we zijn daar tot de conclusie gekomen dat daar 550.000 woningen bij moeten. Waarvan de verwachting is dat er in ieder geval, of de ambitie is, dat er 400.000 in bestaansstedelijk gebied opgevangen zou moeten worden. Voor wat ik zo recht ga vertellen is dat wel relevant, want wij hebben die bereikbaarheidsopgave van 10 tot 18 miljard ook gekoppeld aan die gebieden. We hebben ook naar de koropgebieden gekeken en dergelijke. Aan die gebieden gekoppeld waar we verwachten dat die 400.000 woningen opgevangen moeten worden. En ik zal u straks zeggen waarom, want dat heeft bij ons wel een beetje mee te maken met hoe wij naar die alternatieve vorm van bekosting hebben gekeken. Ze hebben niet alleen gekeken naar welke bronnen nou denkbaar zijn, maar we hebben daar ook geprobeerd een soort inschatting van te maken hoeveel dat nou zou opleveren in die grootstedelijke regio's. Is het 500 miljoen over een aantal jaren? Is het 1, 2? Want al die bekostigingsbonden die ik jullie straks ga laten zien, betekenen nogal wat. Allemaal gedoe. Er allemaal keuzes. Allemaal anders dan we tot nu toe gewend zijn. En dan zou het wel fijn zijn als je een beetje een inschatting hebt. Hoeveel gedoe wil ik me nou getroosten om een bekostigingsbon aan te wenden? En hoeveel gaat me dat in potentie opleveren? En de laatste aanname die wij gedaan hebben, is dat die verstedelijkingsopgave, die 400.000 woningen, financiële voordelen opleveren voor allerlei verschillende partijen. Op rijksniveau, op provinciaal, gemeentelijk, bij projectontwikkelaars, bij vervoerders. Nou, dat zat ook al in jouw laatste deel, Ton. En zou je nou met welke argumenten redelijkerwijs een deel van die extra financiële voordelen kunnen gebruiken voor de bereikbaarheid? Dat is de manier waarop wij die bekostigingsbronnen in kaart hebben gebracht. Belangrijk onderscheid, bekostiging en financiering. Ik was laatst op een bijeenkomst, heb ik hetzelfde verhaal verteld. En daar werd een pleidooi gedaan om vooral de pensioenfondsen en andere financiële instellingen actief te betrekken bij deze opgave. En ik zeg daar als antwoord gelijk op, dat is mooi. Maar het levert geen probleem op, of levert geen oplossing op voor de bekostigings. Financiering, leningen genoeg. BNG zou je ook nog eens kunnen vragen, levert je misschien zelfs nog wel meer rentevoordeel op dan andere partijen. Dus financiering is er voldoende, maar de dekking van de toekomstige bereikbaarheidsopgave, dat is het probleem. En de bekostiging, ik vind ook het woord cofinanciering steeds ingewikkelder worden. Ik probeer steeds meer te praten over medebekostiging. Want uiteindelijk gaat het om de toekomstige dekking van die infrastructuuropgave, of de OV-opgave, of de Maasopgave, of ieder andere mobiliteitsopgave. Dit zijn de bronnen die wij in kaart hebben gebracht. Daar staat baat hebben. Ik had er eigenlijk herkomst van willen maken, want ik vind het woord baat hebben, als je het hebt echt over een financieel verdelingsvraagstuk, niet het beste uitgangspunt. Wij hebben vooral aan de rechterkant gekeken naar verschillende bekostigingsbronnen en die hebben gepoogd te voorzien van een financiële onderbouwing. Ik loop er een aantal doorheen. Deze heb ik al genoemd. Kijken naar de reguliere bijdrage van overheden. INW pas na 2028 beschikbaar. Provincies, gemeenten. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dat niet genoeg is om ook niet eens aan die ondergrens van 10 miljard te komen. De eerste, en dat is een heel aardig voorbeeld, Utrecht heeft iets wat zij noemen een accrei-regeling. Door de groei van het aantal inwoners in de gemeente neemt ook de inkomsten in het gemeentefonds toe. Zij bestemmen iedere keer, ieder jaar, die extra inkomsten in het gemeentefonds voor 50% aan een ruimtelijke agenda. En die ruimtelijke agenda die bestaat uit 4 onderdelen. De woningbouwopgave, lees even de onrendabele top in mijn woorden. Energietransitie, duurzaamheid, schuine streep, ruimtelijke omgeving en bereikbaarheid. Dat betekent, en die andere 50% gaat ongetwijfeld, neem ik aan, naar onderwijs, sociale voorzieningen en andere belangrijke onderwerpen in de stad. Dat betekent dat van de toename jaar op jaar 12,5% gaat naar bereikbaarheid. Dat sparen ze jaar op jaar op jaar en dat neemt toe omdat de inwoneraantal groeit. We hebben eens gekeken, als je dat over die G4-regio's zou toepassen, dan heb je het over een periode van 15 jaar over 750 miljoen tot 1 miljard. Afhankelijk van hoe je naar de omvang van die steden kijkt. In onze ogen substantieel geld, als je dat als bekostigingsbron zou willen gebruiken. En Utrecht past het toe, Den Haag is erover aan het nadenken, en van de andere twee weet ik het niet. De tweede, natuurlijk misschien wel een van de meest aantrekkelijke, is een afdracht uit de gebiedsontwikkeling. Wat wij gedaan hebben, we hebben ook in gesprekken met de projectontwikkelaars en met beleggers, bouwers, gekeken hoe zij hierover denken. En ze hebben aangegeven, nou, 10.000, 15.000 euro per woning, even afhankelijk welk segment je precies zit, zouden wij wel apart willen zetten om te kijken of daarmee de bereikbaarheid gediend is.
Wij zijn wat lager gaan zitten, voorzichtigheidshalve, op 5000 euro per woning. Maar dan heb je het op de G4-regio's gekoppeld aan die 400.000 woningen. Wel over, over dik 2 miljard. Over een periode van tot aan 2040. Op het moment dat we ervan uitgaan dat dan die versterkingsopgave ook gerealiseerd moet zijn. Dat is nogal wat. De tweede wat we hier gedaan hebben. We hebben ook naar met onze gebiedsmensen binnen Rebbel naar die plannen gekeken van die gebieden. En wij zien nog steeds dat er best wel veel plannen, als jullie wat op elkaar leggen, gemiddeld rekenen met een parkeernorm van 1,6. Nou, we hebben gezegd dat de tendens is naar beneden, maar laten we eens uitgaan van 1,2. En als je 1,2 nog halveert en eens kijkt wat voor een parkeerplaats je dan uitspaart. En als je de helft van die uitgespaarde parkeerplaatsen zou gebruiken voor extra verdichting, anderhalf gaat naar de openbare ruimte of naar andere voorzieningen, dan heb je het in totaal over een extra opbrengst van 2,75 miljard. We hebben daar in de Binkhorst, de CD Binkhorst, ook in het klein nog wat aan gerekend of te kijken of dat daar ook houdbaar is. Verhoudingsgewijs ligt er net iets anders, maar het komt toch een beetje verhoudingsgewijs in de buurt van deze bedragen. De plaatje en de achtergrond kennen jullie ongetwijfeld vanuit Maastricht. Tunnel gerealiseerd en een enorme toename van de WOZ. En we hebben eens gekeken wat zou je nou kunnen doen voor bestaande vastgoed, bestaande woningen die profiteren van een betere bereikbaarheid, nieuwe OV-lijnen, mobiliteitshubs, vormen van Maas. En hoe zou dat aan kunnen komen? We hebben in de meest simpele vorm gekeken naar bereikbaarheidsheffing, €75 per woning. We betalen allemaal mee aan een rioolheffing, waarom ook niet aan een bereikbaarheidsheffing? €75 per woning gemiddeld per jaar, 2 miljard in 15 jaar. Je zou datzelfde ook kunnen doen door de toename van de OZB af te romen. Maar daar zit nog net een probleempje. Is dat bij gemeentes het zo werkt dat als de toename van de OZB, word je ongeveer, niet helemaal precies, want dat zijn 152 variabelen geloof ik die dat bepalen, maar ongeveer word je ook gekort daarmee in het gemeentefonds. Dus het afromen van de OZB, wat een vrij, ook een gebruikte toepassing is in het buitenland, bijvoorbeeld ook in Londen, werkt dus voor die gemeentes niet. Want je wordt gekort in het gemeentefonds. Zou een mooi signaal zijn richting financiën. Daar zou het Rijk eens nog wat aan kunnen doen. De ene laatste die we bekeken hebben is exploitatie uit parkeren, OV. OV is dat uiteindelijk ook in het toekomstbeeld. OV een behoorlijke vergaarbak is dat niet het goede woord. Maar een behoorlijk aantal opties hebben wij daar bekeken. Hogere tarieven, meer reizigers, besparing op druus. Besparing op de exploitatie van de vervoerders, door veel meer zelfrijdend, door lijnen te strekken, door onrendabele lijnen uit het netwerk te halen. Al die verschillende opties zitten allemaal op het niveau van de G4 ongeveer tussen de half en 1 miljard. PwC heeft voor de MEDH, ik wil bijna naar jou wijzen Lodewijk, maar je bent inmiddels bij Den Haag. Bij de MEDH ook een onderzoek gedaan, specifiek naar een schaalsprong openbaar vervoer en bekostering. En die kwamen, we hebben de verhalen naast elkaar gelegd, de PwC en wij, we kwamen ongeveer tot dezelfde opbrengsten uit deze bron. Laatste, er staat nu andere ideeën voor hoge rijksbijdragen. We hebben nog op twee manieren gekeken. Onder meer naar de opcenten van de provincies. Als je die hebben de mogelijkheid om tot 90% een opslag, dat heet de opcenten, op de MRB, motorrijtuigenbelasting te doen. Lang niet alle provincies in Nederland komen eraan. Als je dat op een gelijk niveau zou tillen, ook dan weer heb je het over iets meer dan 3 miljard over het hele land uitgesmeerd. Nou, als je dat in een aantal regio's zou toepassen, dan betekent dat ook nog wat. Bij het Rijk hebben we er op een andere manier naar gekeken. Ik zei net even over de OZB in relatie ook tot het ministerie van Financiën. Misschien een deel van die regeling voor het gemeentefonds loslatend. Maar het Rijk heeft ook deelnemingen. Deelneming in mobiliteitsgerelateerde bedrijven. De NS, Schiphol en het havenbedrijf. Ze krijgen daar, we hebben gemiddeld genomen van de afgelopen 5 jaar, 177 miljoen per jaar aan dividend uit deze deelnemingen. Je zou ervoor kunnen kiezen om een deel daarvan te bestemmen, te allokeren, voor een bereikbaarheidsopgave in die gebieden waar deze partijen ook actief zijn. Ik kijk even naar Adriaan, ben ik er nog een belangrijke vergeten? Nee? Oké. Parkeren, sorry, ja toch wel.
We hebben natuurlijk ook met de inkomsten vanuit Amsterdam gekeken, ook naar de andere steden. Zou je niet een deel van die parkeerinkomsten echt actief moeten allokeren voor de bereikbaarheidsopgave? Nou, dat kom je ongeveer in dezelfde orde grootte van 0,5 tot 1 miljard als je over die G4-regio's bekijkt. Wat wij ook gedaan hebben, is dat APPM en wij, gewoon volledig zelf gedaan met alles wat wij ongeveer weten van haalbaarheid, politiek, bestuurlijk, maatschappelijk. En wij zijn eigen inschatting gemaakt welke van al deze opties zou je nou eens moeten afzetten tegen de opbrengspotentie. Als de opbrengspotentie een beetje plusje is tot 1 miljard en 2 plusjes is, laat maar zeggen, tot 2. Het is iets precies, hebben wij dat gedaan, maar zo moet je het ongeveer bekijken. En wij zijn eigen afweging gemaakt. Ik neem maar dat de sheets wel verspreid worden. Ja, nou, dan kun je zelf nog een keer nakijken. Hoe nu verder? Ik vind, want het is niet alleen wij twee onderzoeken gedaan, op lokaal niveau dat bekeken. PwC heeft het gedaan. McKinsey heeft het recentelijk in de zomer nog een onderzoek verricht voor de G4. Voor mezelf spreekt, ik vind dat er wel genoeg nagedacht is. En het wordt tijd om te kijken of je in een aantal van deze bronnen, waar ook al wat voor- en nadelen in kaart gebracht zijn, om eens te kijken of je die naar praktijk kunt brengen. Want ik ben het in die zin wel met Ton eens, dat was jouw vraag aan het begin ook. Is de urgentie groot? Ja, ik vrees van wel. En meer Maas, meer model shift, leidt ook tot meer mobiliteit. We hebben meer keuzevrijheid, gaan meer reizen, het is makkelijk om te reizen, meer mobiliteit. Dus de problemen worden nog groter dan als je alleen maar in de normale analyse en de modellen bekijkt, is mijn inschatting. Ik denk, en dat plaatje heb ik niet meegenomen, dat hebben wij zelf ook al gedaan. We hebben eens gekeken welke bekostigingsbronnen in de tijd, en welk schaalniveau zou nou redelijk zijn om toe te passen. De ene past wat meer bij een regionale schaal, de andere past wat meer bij een schaal van een gebied. Andere zou je iets meer landelijk of op rijksniveau moeten doen. Dat hebben we al in kaart gebracht. Wat nog niet gedaan is, en er zijn af en toe wel wat voorzetten voor gedaan, is hoe moet je dit nou gaan organiseren? Want het is best ingewikkeld. Moet je het op gebiedsniveau doen, maar ja, dan haal je weer niks voor de veel duurdere ontsluitingen op het niveau van een gemeente of misschien wel tussensteden. Een beetje ook in het plaatje van Ton. Dus hoe zorg je nou voor dat je die niveaus een beetje met elkaar verbindt? Doe je dat met een fonds? Doe je dat met meerdere fondsen? Wat is de betekenis van het mobiliteitsfonds, wat het ministerie in ontwikkeling is? Het zou zo fijn zijn dat met deze bekostigingsbronnen in de hand, er is nagedacht wordt door een clubje die het ook aangaat. Vooral niet wij adviseurs, maar de mensen die er echt over gaan. Om eens te kijken of je dat een stap verder kan brengen. Ja, dat is het eigenlijk. Nou ja, een enorm applaus voor Remco Dercksen. Ik kan wel zeggen, daar is goed over nagedacht. Te kijken of dat gaat piepen. Dit ene plaatje ging je snel overheen, want ik wil even die link maken met gebiedsontwikkeling. Ja, die. Opbrengspotentie. Dus nieuwe gebiedsontwikkeling, daar zit dus de meeste, want we gaan ook met gebied, zit daar de meeste opbrengst als zij mee zou betalen? Ja, nou ja, als je, dan vergeet je even gemakshalve de bovenste twee, maar ja, okay. Als je het vergelijkt met de andere, dan ja. Zitten bij die gebiedspotentie, en het wordt ook al toegepast, Haarlem en Meer past het ook al toe. Ja. Tot op het moment dat je een vergunning afgeeft, dan moet je een stukje afstorten. Ja. Dus er zijn al voorbeelden. Ja. En ja, de potentie kan zeker met die, als je dat nog een beetje stapelt, als je iets aan die parkeernorm doet, ja. En een afdracht per woning, even gemiddeld genomen, ja, dan heb je het wel over substantiële bedragen. Ja. En dan moet zo'n gebiedsontwikkelaar daar ook toe gedwongen worden, zeg maar. Opgelegd worden wat voor parkeernorm je dan doet. Dat is wel interessant. We hebben naar aanleiding van dit verhaal ook een dinerbijeenkomst gehad ergens eind juni in Utrecht. Daar zaten dus de directeuren van de gemeentes, de NS zat aan tafel, de vervoerders, maar ook de projectontwikkelaars en de beleggers. En die zeiden van ja, wij zijn daar best wel toe bereid, maar voor ons gelden twee randvoorwaarden. Geef ons dan de mogelijkheid van een iets bredere scope dat we er ook wat mee kunnen. Ja, ja. En de tweede wat zij zeiden is, dat is goed. Geef ons dan ook de zekerheid dat het ook echt gerealiseerd wordt. Ja. En kon dat gegeven worden? Want welke, van wie wilden ze die zekerheid hebben? Van het Rijk? Nou ja, ik denk van de gezamenlijke overheden. Ja, weet je, neem dan ook een aantal besluiten dat je dat bereikbaarheidsprogramma wat je dan voor ogen hebt ook je best doet om dat ook daadwerkelijk uit te voeren.
We gaan straks verder met gebiedsontwikkelaars praten of dat, hè, of het in stukjes opgeknipt moet worden. Hoe integraal moet het? Hoe groot moet de schaal zijn? Moet het kleiner gebied of groot gebied? En hoe ga je dat aan elkaar verbinden? Friso de Zeel heeft ooit gezegd dat dat Zuidas, hè, dat Zuidas-dok, toen het losgekoppeld werd van de hele gebiedsontwikkeling, toen ging het een stuk beter. Hè, want het was te integraal, dat kan ook nog, hè, dat het te veel samenkomt. Dat is ook een doel. Dus daar gaan we even voor verder. Dankjewel voor dit verhaal zover. Je gaat straks ook meedoen aan het gesprek, denk ik, het debat. Nog vragen, jongens? Ja, nog een vraag. Remco, blijf nog even staan, er is nog een vraag. Vast een veel slimmere vraag die ik kan bedenken. Nou, ik vroeg me af, waarom is er zo'n grote financieringsvraag? Er is op zich genoeg geld, maar waarom worden verplaatsingen, waarom betalen verplaatsingen niet voor zichzelf? He, als ik een treinkaartje koop, is dat zoveel minder waard dan wat de treinreis kost? Waarom moet er nog zoveel geld bij? Een hele essentiële vraag. Zeker essentiële vraag. Ja. In veel delen van het land wordt het openbaar vervoer gewoon vanuit de overheidswegen nog gesubsidieerd. Op een meer toenemende aantal lijnen, zeker bij de dikke lijnen waar het inderdaad vol is, dan zie je dat de opbrengsten vanuit de tarieven, dus wat wij als reiziger betalen, dat de exploitatie wel dekt. Maar daarmee heb je nog niet de rails betaald. Nee, het is te... Dus dan nog steeds heb je nog heel veel meer geld nodig. Dus de prijzen van de kaartjes zouden nog heel veel hoger worden om het een sluitende business case te maken. Kan een keuze zijn, maar wat wij hier uitgewerkt hebben is dat wij, en dat lijstje ook, je zou kunnen kijken, want dan haal je het alleen maar bij de OV-gebruiker vandaan. En dan wordt het, en dan moet je ook nog rekening houden met vraaguitval. Dan kom je ook in. Je kan ook kijken of je iets meer met tariefsdifferentiatie omgaat. Nou, de NS heeft geloof ik al plannen in die richting. Je zou kunnen kijken of je meerdere van dit soort bekostigingsbronnen kunnen stapelen. Dat is een heel mooi voorbeeld voor een railverbinding in Londen. En die hebben, ik hoop dat ik de cijfers nog goed uit mijn hoofd weet, die hebben uit 4 verschillende bronnen 50% van de investering in die Crossrail 2 heet die, hebben zij kunnen dekken. Voor een deel komt het uit de exploitatie zelf, ik geloof 15% als ik het goed heb. Voor een deel komt het uit de nieuwe gebiedsontwikkelingen rondom dezezelfde lijn. Ik dacht 17%, nee 10%. 15 tot 17% hebben zij gehaald uit de waardetoename van het bestaande vastgoed in de omgeving. En nog een deel uit een bron die ik inmiddels weer kwijt ben. Dat zijn een beetje jouw spekhoeklagen, deze lagen. Dus als je het alleen maar bij de OV-reiziger vandaan haalt, bovendien, er is ook investering in de weg nodig, maasontwikkeling is nodig. Ja. Dus je zou eigenlijk moeten kijken of je een stelsel zou kunnen maken waar je meerdere bronnen op elkaar kunt stapelen. Okay. Alleen maar uit die reiziger halen, dan wordt het kaartje zo duur. Dan kan niemand meer. Dan gaan wij niet meer reizen. Nee. Oké, ik wil hier even verder, want ik wil even overgaan op de gebiedsontwikkeling. Remco, bedankt. Je mag je microfoon afgeven. Johan Snel, Chantal, Robbe, even naar voren. Twee gebiedsontwikkelaars hebben we hier. Die hebben dit allemaal aangehoord. Jullie rol ook hierin. Jullie mogen... Het is een beetje de gunfactor, volgens mij, hè, deze ene microfoon. Kijk, dat is eigenlijk. Johan Snel van de AM, conceptontwikkelaar en stedenbouwkundige, geeft de microfoon aan Chantal. Robin, die is van Stadskwadraat. En jij bent niet alleen gebiedsontwikkelaar, maar jullie lossen business case op. Ja, hè? Wij adviseren in de gebiedsontwikkeling. Kom maar even, jullie zijn belangrijk. Kom even. Kom. We adviseren voor grond- en vastgoedontwikkeling in gebiedsontwikkeling. En we zijn voornamelijk nu in de wat grotere steden aan de slag. Wat we daar doen is business cases maken voor de gebiedsontwikkeling. En daar komt steeds meer mobiliteit als, je moet een beetje meer naar voren. Kom. Als een bepalende factor komt die in de business case terecht. En dat is best nog soms wel een beetje zoeken, want wat is nou mobiliteit? En we hebben natuurlijk net de discussie gehoord ook van Ton en van, ook gezien. En daar herken ik een aantal zaken in. Wij werken eigenlijk met twee abstractieniveaus in de gebiedsontwikkeling. En dat is dat we natuurlijk te maken hebben met de bereikbaarheidsopgave. Want hoe komt iedereen het gebied in en vooral precies. Hoe komt iedereen eruit? Maar hoe wordt zo'n gebied nou ingericht? Dat is eigenlijk een ander niveau waarop we vooral ontwerpen met stedenbouwers. Hoe gaan we om met de mobiliteit in het gebied? Binnen het gebied zelf. Binnen het gebied, bijvoorbeeld fiets parkeren, scooter parkeren. Dat is echt iets nieuws voor mij. Er wordt scooter parkeerbeleid gemaakt. Bakfiets parkeren. Bakfiets. Nou, vandaag bij de OBA, hè, jongens. Bij de OBA echt de hele... Je kan er niet meer in. Nee, maar dat is... Een zee van scooters. Ja, dat is wat we dus zien, hè. Letterlijk op straat. Dat de straten, trottoirs staan gewoon hartstikke vol.
En dan hebben ze in sommige gemeenten ook nog te maken met een parkeernorm van nul. Dus hoe gaan we dat dan oplossen? Precies, daar richten jullie zich. Precies. Ja. Maar als je nou kijkt naar, even en dan kom ik bij jou. Ja. Als je nou kijkt naar wat de urgentie die nu is neergezet, hè? Ja. Jullie zitten daar middenin. Ja. En jullie rol daarin, hoe zie jij die? Oh, dat is vooral sturend op de business case. Sturend op de business case. Ja. Dus en daarin ook dus die dat deel betalen voor die bereikbaarheid. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Want de verdichting, het is nu ook hoogtijd der verdichting, wil ik het wel eens benoemen. De gouden eeuw der verdichting, ja. Ja, precies. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat mobiliteit hoort daar ook bij. Ja. En we zien dat daar misschien wel door de verdichting de inrichting voor een mobiliteitsoplossing een beetje in de knel komt. En ik heb goed nieuws voor Amsterdam Noord, want ik mag werken voor de gemeente Amsterdam. En we hebben mobiliteit op de agenda gezet. Kijk. Dat is toch wel een ding. Daar zijn we over. En wat Ton nu heeft gezegd over Amsterdam Noord, dat is wat er gaat gebeuren. Ja, dat herken ik. Ton? Maar ja, op de agenda zetten, dat betekent wel dat er veel gepraat moet worden. Veel afgestemd met onder andere ontwikkelaars. Zitten jullie daar ook in Noord? Ja, hè? Bij de banden zitten jullie. Her en der, ja. Ja, bij de banden. Dus her en der. Dus daar wordt een beroep gedaan op jou, Johan Snel. Ja. Je hebt het echt van de denktak van AM, hè, conceptontwikkelaar, stedenbouwkundige, Baaiskwartier onder andere en Amsterdam Noord. Jullie rol als gebiedsontwikkelaar, als jij dit nu hoort, hè, je wist natuurlijk alles al wel, maar bijna alles. Maar die laag in de spekhoek, hè, de opbrengsten die ook dat voor jullie zou kunnen betekenen, hoe pakken jullie dat op? Nou, het is wel komisch. Wij zijn eigenlijk van de pragmatiek, hè, dus wij zijn eigenlijk met elkaar proberen wel als AM goed te zijn in het omzetten van beleid en intenties in een project. Dat is bij jullie te zien, zeg maar. Precies. Ja, in die end moeten we natuurlijk iets maken voor bewoners. En ik denk dat is ook wat ik er dagelijks van leer. Wij hebben gewoon te maken met iemand die wil een appartement kopen in deze stad. En die heeft de keuze van, gooi ik mijn hypotheek helemaal vol? Of koop ik een parkeerplek van 60.000-70.000 euro? Ja. Dus dat, die pragmatiek en dat werken, dat vind ik hartstikke leuk. Maar dat is denk ik ook goed voor deze discussie. Hè? Want uiteindelijk moet je ook iets maken. Ja, ja, daar zitten wij middenin. Daar zit je middenin. Want als je nou kijkt, het Baaiskwartier, dat weet iedereen. Het Baaiskwartier kennen jullie allemaal, van de Bijlmer Baaiers. En ja, hebben we een plaatje ervan? Ja, ik weet het. Precies. Ja, precies zoiets, dat is ook helemaal gemaakt op die, want daar zit een enorme mobiliteitsaspect in. Hè? Daar zit shared mobility zit erin. Ja, ik had wat voorbeelden meegenomen, hè, omdat het vallen allerlei termen, hè, Maas en elektrisch vervoer. En op een gegeven moment zijn we daar gewoon als bedrijf mee bezig. Vaak mobility as a service weet iedereen, hè, wat het is? Kunnen we voorbeelden van noemen? Dat is bijvoorbeeld ook Green Wheels. Ik herken het ook. Dus heel praktisch zijn wij in de weer. Bijvoorbeeld met kaarten voor mensen met een abonnement. Waarin ze, wat Ton ook een beetje zegt, niet alleen voor de auto. Maar ook de service echt werkelijk aangeboden krijgen op een app. Dus als je bij onze woning koopt, dat je de app krijgt. Dat je de beschikbaarheid hebt over vervoer. Alleen wij doen dat op een relatief kleine schaal. Ja, dat is mijn punt. Hè. Dit bicycle is hartstikke goed, hè. Is 7 hectare. Ja. En dat is een hele mooie schaal om te experimenteren. Ja. Want uiteindelijk moet je, maar goed, wat ook dingen die genoemd worden, komen daartegen, parkeernormen. Ja, dus wij moeten nu een parkeergarage ontwerpen, die ook overmorgen betaald moet worden. En die misschien over 2 jaar leeg staat. Hè. Dus dat is best dat wel, moet, dat zit in de tender. Dat is wat wij gewoon zien. Ik zat gisteren nog even na te denken. 2 jaar geleden maakten wij plannen zonder zonnepanelen. 2 jaar geleden nog? Nou, 3 jaar geleden. Dat was echt allemaal heel erg snel. Hè? En ook die deelconcepten. Ja, een paar jaar geleden hoorde je daar niemand over. Nee. Wij hebben dat onderzocht bij kopers. De generatie Z is het inmiddels, hè, geloof ik. Die wil helemaal geen auto, maar die wil wel beschikbaarheid. Ja, dus dan moeten we als een gek bijleren. En tegelijkertijd krijgen we notities en memo's. Ook logisch hoor. Beleid dat nog uitgaat van 1, ja, als jij in Haarlemmermeer een woning moet je 2,3 parkeerplaatsen aanleggen. 2,7. Ja, waar moet je met die, wat moet je met die auto's? Ja, maar als je dan een plan maakt, dan krijgen we natuurlijk terecht de vraag van, kunt u ze even aanwijzen waar ze allemaal zitten? Ja. Dus dat is dagelijks werk voor dat ons. Loopt, dat loopt. En Chantal, dat is ook iets wat jullie natuurlijk veel tegenkomen met die business cases. Hè? Ja. Want je moet een hele dure parkeergarage maken. Ja, en dat is over 2 jaar staat die leeg. Nou ja, goed. Zelfs de vraag of we een parkeergarage moeten maken, komt vandaag de dag. Oh, dank je. Ja. Die komt vandaag, hij is onze lopende microfoon, hij doet het zo goed. Dankjewel. Die komt vandaag dus ook voorbij, hè, van moeten we het wel doen? Ja. En dan hebben we ook nog de keus of we voor een ander vastgoed aanwendbaar kunnen maken. Dus dat hij later voor iets anders gebruikt. Hebben jullie daar al over nagedacht? Ja. Ik zie zo'n parkeergarage, zo'n Baaiskwartier, daar zou ik me iets bij kunnen voorstellen. Spannende kelders. ik wil ook niet te... dat is ook een soort dogma in de stedenbouw. Ja. Hè? Op het moment dat je zeg maar iets boven de maaiveld uittilt, dat het meteen geen garage meer is en dat het dan slecht is.
in beeldkwaliteit en dat je dan een auto ziet. Dat is niet... Dat mag niet. Nou, heel vaak is dat echt een discussie van, kan dat? En wij doen, dat is het leuke van mijn werk, zullen we zeggen, dat wij ook buiten Amsterdam projecten doen. Ja. En die Rotterdammers vinden het helemaal niet erg als je gewoon in een gebouw in plaats van zo naar boven rijdt. En daar dat kan ook. En dan kun je later dat best wel ombouwen, alleen moet je natuurlijk van tevoren daar... Dan kun je beter ombouwen, hè? Ja, ja, ja. Niemand wil natuurlijk graag in een kelder wonen, maar nee. Op zich... zijn wel mensen te vinden misschien. Mijn woningnood is zo hoog. Maar je moet er wel echt rekening mee houden. En dat is gewoon echt de pragmatiek. Ik vind dat, daarom is het wel mooi van deze avond, dat je van heel Noord-Holland ziet. Ja. Tot uiteindelijk moeten we in dit project moeten we iets maken wat ook gewoon... Ja, we gaan over een jaar in verkoop. Ja. Dus wat kan je dan, hoeveel service kan je dan bieden? En dat vind ik zelf ook heel erg interessant. Wat is het schaalniveau? Ja, precies. Je ziet Amsterdam tendert natuurlijk gebouwtje voor gebouwtje tenderen ze de stad door. Ja. En op zich kan dat. Maar ja, voor ons als bedrijf, wij vinden het natuurlijk heel moeilijk van... Natuurlijk zijn we bereid absoluut om daar aan bij te dragen. We dragen over van alles nog wat bij. Want wat Remco net vertelde, hè? Haarlem en Meer ken ik heel goed, hè? Dan betalen we ook 12.000 euro per woning. Dat betalen tegen. Jullie al, hè? Voor de, en die 12.000 euro per woning die gaat naar... Niet alleen wij, iedereen die bouwt in de polder. Ja, die betaalt mee aan die bereikbaarheid. Ja, en dat is goed, want daar gebeurt dus we ook al? Met elkaar van. Precies. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel een vraag van, ja, waar betaal je aan? Hè? Dus, en wat krijg je dan ook met elkaar terug? Ja. En kan je er ook over gaan? Want, dat, dat is een mooie brug naar de vraag, hè, die we hebben als op het moment, moment dat we een programma maken, stedenbouwkundig ontwerp voor een gebied, dat we al veel vaker en dus eerder verschillende partijen uit het gebied erbij betrekken. Natuurlijk hè, spreek je altijd met een ontwikkelaar die al een positie heeft. Maar ook met ondernemers die daar zitten, ook met studenten die een bepaald idee hebben over mobiliteit. Dat draagt al veel sneller bij tot een... Dus in een eerder stadium oplossing. Ja, en dat scheelt misschien ook nog wel in kosten. Omdat je meer ingenieuze oplossingen komt en ook sneller kunt toepassen. En zo weet je ook wat een toekomstig bewoner of ondernemer over heeft voor betere bereikbaarheid. Ook, maar ook vooral de behoefte. Is, want die dat is natuurlijk ook nog een dingetje. Ja. Ik zie dat heel veel gemeentes enorm veel aandacht nu besteden aan wat is nu ons parkeerbeleid. Hoe hoog moet die norm zijn? En ik denk dat het goed is dat daar aandacht naar uitgaat. Omdat parkeernormen van om en bij de twee, dat is... Maar hoe kunnen jullie daarin voortrekken? Hè? Want hoe kunnen jullie daarin... De business case daarin opstellen. Business cases. En hoe kunnen jullie zeggen van jongens, dit gaan we gewoon niet meer doen. Hè? Want ik had laatst die presentatie van het boek van de projectontwikkeling. Toen zei die Vincent Traapken, die Rotterdamse hele goeie. Ja, ja. Die zei, het moet veel meer opgelegd worden van bovenaf. Jongens, we doen gewoon geen parkeerplaatsen meer. Nou ja, en dat als jullie zeggen van wij gaan dit meedoen. Dan moet je wel iets anders doen. Hè? Je kunt niet alleen maar zeggen geen parkeerplaatsen. Nee. Dat is ook een soort commerciële afweging. Hè? Bedoel, als iemand een woning maar hij zegt juist dat het meer opgelegd moet worden. Nu zeg ik van dat moet voor jullie uitkomen. Ik ben ook een beetje ouderwets om alles maar in de regels Maar hoe kunnen jullie inspireren? Bijvoorbeeld vooruitlopen. De parkeernorm is 0 of 0,3. Ja, nou, dan moet je echt naar alternatieven gaan kijken. En dan worden jullie gedwongen ook om naar Precies. En de alternatieven zijn dan gebruik maken van deelauto's. Daar staat tegenover dat je een bepaalde abonnementen ook voorziet. Hoe ga je dat dan optuigen in een business case? Nou, maar zou het helpen als het veel meer regionaal beleid is? Zou dat helpen? Ja, dat het beleid is van... Zou dat helpen? Ik zie u heel slim kijken. Zou dat helpen? Nou, u zei net, hoe kun je inspireren? Ik denk dat je kan inspireren door slimme oplossingen te bedenken. Mm-hmm. We moeten veel robuustere strategieën maken. Dus we moeten als we parkeren moeten maken, dan moeten we het zo maken dat we het kunnen ombouwen. En wij denken wel over gebieden na 0,3 bovengronds, 0,3 ondergronds. En 0,3 bovengronds is het ventiel van de gebiedsontwikkeling. Dat je nadenkt over hoe je daarmee om kunt gaan. Ja, dat is een mooi gezegd, ja. Ja, dus je moet zorgen dat je flexibel kunt gaan. Ja. En dan kun je experimenteren, want als dan blijkt dat die mensen toch veel liever die deelauto hebben, en dat stimuleer je ook in zo'n gebied, dan ga je weer op die deelauto zitten en dan ga je de parkeren afbouwen. Oké, dat experimenteren. Dat is mee kunnen gaan met de ontwikkeling. Ja, precies, dat experimenteren, hè, daar moet je ruimte voor hebben. Dan moet er ook, wat hebben jullie nodig? Want de André zit hier. Wat hebben jullie nodig? Want ik zag ergens zo'n hoogleraar Delft zeggen van als de overheid geen ruimte geeft voor het experimenteren, dan komen we nergens. Wat voor ruimte hebben jullie nodig? Nou, inderdaad, het kunnen toepassen op korte termijn van verschillende vervoerssystemen. Bijvoorbeeld dat je echt voor dat fiets, dat gewoon het oplost in de inrichting van een gebied. Mm-hmm. Dat we wat minder beleidsregels misschien. Maar dat moet wel samengaan met een wat meer bovenwijks karakter van dat ook die bereikbaarheid naar het gebied toe en uit het gebied samen. Precies, dus dat daar over nagedacht wordt. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. En past het eens toe op dat Daaiskwartier?
Want jullie maken een prachtige wijk met 3500 woningen. Dat zou ook wel meer kunnen zijn. En hoe zit dat binnen die wijk en hoe is de bereikbaarheid naar die wijk toe? Er ligt een metro om de hoek. Ja. Dus wij gaan heel erg inzetten op het maken van directe verbindingen naar de metro. Ja. Ook proberen daar bespreken de entrees interessanter van te maken. En ook dat soort dingen kan helpen. De entrees van de metro. Ja, Doe je samen met GVB of niet? Ja, wat ik geleerd heb is bespreken, als je dingen vanzelfsprekend maakt, dan gaan mensen ze gebruiken. Hè. Dus bijvoorbeeld trap boven lift. Als je de trap in een gebouw goed vormgeeft, de juiste plek, dan ga je de trap nemen. Automatischer de trap dan de lift. Ja. En dat geldt, mobiliteit is ook sexy. Ik merk als wij bewonersavonden of mensen met teams hebben, die vinden bijvoorbeeld het abonnement, wat zo'n partner die biedt die service echt letterlijk aan. Hè. Het is er al, hè. Dus het is niet een beleidsding, maar het is er. Mm-hmm. En dan, dan zie je die mensen echt opveren. Hè, van wow, als ik dan een paar keer zuinig rij en mijn auto schoon achterlaat, dan mag ik één keer per maand in een Tesla rijden. Dat vinden ze echt een droom. Dus je moet dat veel sexy maken. Ja, de mensen die hier, misschien zelf ook wel, ik zit ook best vaak in de auto. Maar ik ben niet per se de ultieme doelgroep. Dus heel veel mensen die het er hier over hebben, die zijn misschien niet eens de doelgroep. Nee. En ik leer gewoon heel veel van die mensen die dat gewoon bij ons kopen. En dan zeggen, ja, ik wil helemaal geen parkeerplaats. Maar ik wil wel zekerheid hebben. Dat als ik ga verhuizen, wil ik een busje kunnen. Ja, dat kunnen we allemaal wel regelen. Ja. Alleen, wat hebben wij dan nodig? Ja, een soort vertrouwen dat we dat met elkaar willen aangaan. En een soort experiment. Hè. In mijn privéwoonplaats zijn we dat een beetje aan het regelen. Als je nou op een zaterdag gewoon ergens een bord neerzet van hier mag je niet meer in. Nou, en je gaat gewoon eens even kijken, wat gebeurt er dan? Ja, het klinkt een beetje ouderwets, maar dan zie je gewoon, hey, je mag er niet meer in. Nou, dan gaan we eens een beetje rondrijden. En ja, dus trial and error, hè? Gewoon een soort, iets doen. Het sprak me nog aan van het verhaal van Remco. Gewoon iets doen. Het is echt van alles nog wat onderzocht. En, maar jij kan dus. Heb jij genoeg ruimte om dingen te doen? Wat heb jij nog nodig? Samen met de GVB maak je die metro-ingang. Daar vond ik het sexy. Ik kan meteen antwoord op geven. Hoor. Ja, wat heel bijzonder is voor deze prijs bijvoorbeeld. Ja. Dit is zo juridisch in Nederland. Je krijgt een soort plangrens mee. Mm-hmm. En ja, als je buiten je plangrens kijkt, als je niet uitkijkt, word je nog gediskwalificeerd ook. En soms niet. Als je buiten je plangrens, dan word je gediskwalificeerd. Als je met elkaar slimme dingen bedenkt over wat buiten zou kunnen. Dan, het is soms best wel vaak gebeurd. Dan krijg je die tender niet, dan maak je afhankelijk van andere dingen. Ja. Dus ik zou me goed kunnen voorstellen dat je een soort met een groep mensen die daar een soort driver heeft, dat gaat onderzoeken. Dus je integraliteit eigenlijk, als je integraal denkt? Als je een pilot doen. Maar dan wordt dat afgestraft in feite, hè, door de gemeente? Het is ons overkomen. Dat is jullie overkomen, waar? Ja, niet in Amsterdam. Nee. Nee, maar dat is dus. Maar dat is herkenbaar, hè? Want vanuit de vastgoed en vooral bij gemeentes, vanuit de grondexploitatie geredeneerd, daar hebben we wel te maken met allerlei regels. En die leveren we natuurlijk na. Ja. Daar is plangrenzen een onderdeel van. Maar kostenverhaal hebben we ook mee te maken. Ja. En daar moet ik even verwijzen naar Theo. Die pleit ervoor om bijvoorbeeld in de kostensoortenlijst een bereikbaarheidsopgave of daar een instrument voor in op te nemen. Ja, Theo. Sorry. Ja, ik geef het aan jou. Ja. Nou ja, het huidige systeem discrimineert op parkeren. Ja. Dus als je moet als overheid de kosten verhalen van nieuwe openbare ruimte op de ontwikkelaars. Degene die dat veroorzaken. Daar staat een hele lijst wat je daar mag verhalen. Parkeren, ondergronds, bovengronds mag je verhalen. Mm-hmm. Maar duurzame mobiliteit mag je bijvoorbeeld niet verhalen. Nee. Dus we moeten die lijst actualiseren met elkaar. Hoog nodig. Dus zo liggen er wel allemaal hele kleine belemmeringen, maar die doen wel heel erg veel. Dus die kleine dus dat soort kleine belemmeringen, hoe krijgen we dat nou zo snel mogelijk voor elkaar, dat dat in ieder geval weggewerkt wordt? Nou, NEPROM, VNG en overheid. Het staan van deze, want die meneer weet alles van. Theo, even voor het publiek, wie ben jij? Ik ben partner bij Stadkwadraat. Ik ben ook een van de adviseurs en gebiedsontwikkelaars. Ja. Zo vermoeden had ik al. Maar vertel, de kleinere lijstjes, wat dat wegwerken? Ja, ik denk dat we toe zijn aan die volgende stap in gebiedsontwikkeling. En het gaat niet meer sec alleen maar om dingen maken, maar het gaat veel meer over hoe we dingen gebruiken en exporteren en kunnen exporteren. En voor dat exporteren heb je andere type vergoedingen en kostenverhaal nodig. Ja. En je hebt natuurlijk veel liever dat een ontwikkelaar heel veel geld stopt in een mobiliteitshub met 300 plekken, met deelauto's en deelfietsen, et cetera, dan dat hij een grote parkeergarage bouwt die leeg staat. Ja. Formeel kan die het ene niet op dit moment en moet hij het andere doen. Ja. Je ziet ook AM, we zijn met AM in Utrecht in de Merwede Kanaalzone ook bezig aan zo'n mobiliteitshub. Als je kijkt wat dat
En wat je op parkeren kan besparen en wat je daarin kan investeren, maak je natuurlijk betere dingen. Je maakt eigenlijk dingen die veel beter passen bij wat de mensen die daar komen wonen willen. Hè? Ja. Dus de overheid denkt vanuit de lijstjes parkeernormen omlaag. Nee, daar gaat niet om. Het gaat om wat wil de moderne stadsbewoner en wat kun je daarvoor aanbieden. Vervolgens haal je dat blik uit de openbare ruimte. Dus je krijgt een hele andere openbare ruimte. Dat doet ook weer iets met de vrijopnaamwaardes van die woningen. Ja. En zo komt die heffing van hem daar ook wel makkelijker uit. Of je doet het bovenover op de hogere waarde van de OZB die je daardoor krijgt. Maar dit willen we allemaal, Theo. Dit willen we allemaal. Wat hebben we dan nodig van de politiek? Wat hebben we nodig van die Want de overheid die zit alleen maar vast aan parkeernormen. Wat hebben we nodig? Nee, Nou, mevrouw heeft een mevrouw met een mening. Oh, kijk, daar komt de meneer met een microfoon. U mag gaan staan, hoor. Ik mag ook gaan staan, goed. Nee, de microfoon. De gemeente, zover het verhaal van Utrecht ken ik toevallig. Daar gaat de gemeente gewoon in mee om inderdaad die parkeernorm naar beneden te doen. En die zijn ook heel erg blij, want Utrecht is een gemeente die met een heel groot duurzame ambitie. Utrecht is dus goed dat bezig. Dat wordt gewoon aangepast. Ja. En ik kan me niet anders voorstellen dat dat in Amsterdam ook het geval is. Ja. Dus ja, je probeert een beetje een contradictio tussen... Ja, probeer mijn partij, jij en gemeente. Maar dat is er niet. Misschien wel, want ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig bij aan AM de vraag. Zouden jullie beter bijdragen aan zo'n bereikbaarheidsfonds waar Remco het over had? Dus een van de speklaken. Kijk, een hele... Dat doen we al, hè? Dat doen we al, ja. 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 Antwoord is ja. Dat doen we nee, al. Maar ik zit even misschien voor het beeld, hè. We hebben het over die honderdduizenden woningen. Als ik gewoon zie maar dagelijks hoeveel tijd je bezig bent met zo'n project. Dat is echt, ben ik helemaal, de urgentie is veel groter dan je denkt. Ja. We glijden zo langzamerhand, dat gaat goed Jan, we glijden zo langzamerhand het lagerhuis. U heeft het al een beetje door. We doen dat altijd heel organisch. Mensen denken, wat gaan die mensen nou een keer staan? We glijden langzaam in. We maken geen harde las, een zachte las. Want wat je wil, als je iets wil zeggen, mag je gaan staan. Dan kijk je deze charmante... hele slimme levende microfoon aan. En die komt dan naar je toe. De microfoon houdt hij vast. Omdat we heel vaak eindeloos geouwehoer horen vanuit het publiek. Dat is helemaal zo. Nee, nee maar dus stel je vraag en doe mee. Dus we zijn langzaam aan het lagerhuis toe. En hier is Remco. Ik ga toch een poging doen om een antwoord te geven op jouw vraag. Wat kan de politiek doen? Als je dit allemaal beschouwt en ook de concrete verhalen van Theo en ook van AM, dan is iedereen het ermee eens. En zodra dan regio's, provincies met het Rijk in discussie gaan, dan komen er al oude lijstjes weer op tafel. En dan gaat iedereen toch voor zijn eigen infraproject of zijn eigen lijstje. Dus een beetje hou vast in deze transitie, want het vergt erg nog wat om mogelijk te maken met die andere lijstjes. Ook discussie met de ontwikkelaars. Probeer nou een beetje koersvast te zijn en niet op het moment dat het Rijk om de hoek komt kijken met een lege portemonnee, ook nog in dit geval. Ja. Te kijken. Leg de lijstjes weg. Ja, toch op je eigen lijstje. Die dynamiek loopt hier dwars heen. En dus voor de zomer, in het najaar gaat het weer gebeuren. Oké. Okay. Andries, jij onthoudt het, hè? Of wil je er nu al op reageren? Nee. Daar zit hij, hè? Andries Thijssens, hè? Van de Staten. Ja, stapelen zich op. Oh, hou je die lijstjes weg, mee. Oké. Okay. Ik wil even... Jullie mogen weer gaan zitten. En jullie blijven meedoen. Hou die microfoon maar bij je. Ja, en je mag me afgeven aan degene naast je als je... Als dat ook een gast is, even heel erg oppassen. Ananda Krolak, jij bent hier als de deelmobiliteitsdeskundige. Ga even staan. Dit is Ananda, jongens. Applaus voor Ananda. Die is ook helemaal hier naartoe gekomen. Hoe ben je hier naartoe gekomen? Met een Uber. Met een Uber, kijk. Ananda, jij krijgt even een microfoon, geloof ik. Oh ja, hier gaat hij. Ananda, jij bent een absolute expert in het hele deelmobiliteit. Welke rol kan deelmobiliteit spelen in deze problematiek van de bereikbaarheid rechttrekken? Nou, ik geloof heel erg in de deelmobiliteit, dus ik denk dat er genoeg kansen zijn. Er zijn nog wel een paar kanttekeningen die ik wil maken van dingen die ik net heb gehoord. Hè. Want ik denk dat we soms wel eens even... Doe me ietsjes dichterbij. Volgens mij heb ik een luider. Doe jij eens? We vergeten soms denk ik met elkaar een aantal dingen. Dus het doel, wat we net zagen, dat fantastisch mooie plaatje. Nou, daar wil ik in ieder geval wel wonen. Denken jullie ook wel, of niet? Hè, dus we zijn vooral met elkaar aan het kijken hoe we zo'n prettig mogelijke leefomgeving voor onszelf en voor de toekomstige generaties kunnen creëren. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Daarnaast zijn we de wereld inderdaad aan het redden. De opgave is heel erg hoog, dus ik bedoel, dat wordt gewoon super spannend. Ja. En het wordt vooral spannend, dat moeten we ook niet vergeten, omdat mobiliteit gewoon een basisbehoefte is voor ons als mens. Want zonder mobiliteit komen we gewoon
niet meer naar ons werk, niet meer naar school, et cetera, et cetera. Dus dat maakt het denk ik heel erg ingewikkeld. Ja. En het allerlastigste daarin, en die heb ik vanavond nog niet gehoord, is dat we spoor kunnen aanleggen, we kunnen Maas, is een beetje een buzzword geworden tegenwoordig, want we gaan alles oplossen, we gaan de wereld redden met Maas. Nou, moet ik niet eerst nog even zien natuurlijk. Een van de dingen, toch, Tom? Een van de dingen, ja. Maar wie gaat dat Maas gebruiken? En ik denk dat we de gebruiker, dus de reiziger, en onszelf dus eigenlijk even niet uit het oog moeten verliezen. En ik vind dat een veelgemaakte fout in alles waar we over nadenken. Want we denken over financiering, we denken over infrastructuur, we denken over, nou, we zetten alles klaar. Maar straks doen we de deuren open en wie stapt er dan in? Ja, dat is de vraag, hè? Die millennials? En eigenlijk nog, wie stapt eruit? Want dat is de hamvraag, hè? Dus we moeten eigenlijk allemaal uit onze auto stappen. En afscheid nemen van onze auto. Ik bedoel, en kijk maar even bij jezelf als je een auto hebt of twee of wie drie. Wie heeft er allemaal een auto zelf? Wie heeft er allemaal zelf een auto? Allemaal zelf. En wie heeft er een deelauto? Ja, dat is toch echt te weinig, hè? Jij ook wel, hè? Ja. En waarom willen jullie de auto? Willen jullie de auto uit? Wat is het bezwaar? Ja, u wil wel de auto uit? Ik wil er heel graag uit. Ja? Dat komt servas. Ik zou er heel graag uit willen. Ik gebruik hem wat ook heel weinig. Ja? Eigenlijk zijn twee dingen die mij tegenhouden. Ik heb 4 kinderen, waarvan de meeste inmiddels groot, maar die kan ik niet heel makkelijk met het openbaar vervoer verplaatsen. Ik kan ze ook niet allemaal op de fiets. Nou, dat hoeft nu niet meer, ze fietsen al lang zelf. Maar vroeger kon ik ze niet op een fiets. Daarvoor had ik een bakfiets. Ik doe een deelbakfiets overigens. Oh, je doet een deelbakfiets. Ja. Wil iemand een deelbakfiets? Vaders, moeders, ja? Maar waarvoor ik die auto nog heb, is om 1 keer in de week naar mijn schoonmoeder die in Bussum woont te rijden. Wat gewoon met openbaar vervoer heel ingewikkeld te bereiken is. Dus daarom stap je niet in het OV, omdat het gewoon niet te doen is. Dus, precies. Ja, precies. Maar ik zou hem eigenlijk heel graag kwijt willen. Dus u wil hem kwijt? Ik zou bijvoorbeeld een deelauto nemen. als er meer variaties, als er gewoon grotere deelauto's zijn bijvoorbeeld. Dus u hecht niet zo aan dat eigenaarschap. Dus niet eerst mijn vrouw, wat had jij nou gezegd? Eerst mijn vrouw eruit, dan pas mijn auto. Hè? Liever mijn vrouw eruit dan de auto. Die mentaliteit is er denk ik bijna niet meer, hoop ik, toch? Nou, dat valt wel tegen, hoor. Ja, heb jij daar onderzoek naar gedaan? Ja, kijk bijvoorbeeld naar het fenomeen deelauto's. Hè? Dat is echt niet iets van gisteren. We hebben het er in het kader van gebiedsontwikkeling nog maar net over, zoals we net hoorden. Hè? Maar de oudste deelplatformen in Nederland zijn al 25 jaar oud, hè? Ja. En de laatste telling waren er 41.000 deelauto's in Nederland. Dat is inclusief auto's van particulieren die op Snapcar MyWheel staan. Ja. Dus dat zijn er helemaal niet zoveel. Dat is echt te weinig. Dus we doen het eigenlijk nog veel te weinig. Want je zegt, we kunnen allemaal een leuke utopische wereld creëren waar we allemaal uit de auto stappen. Maar de mindset, dat is de mentaliteit van de mensen om dit ook te willen. Ja, we denken eigenlijk nog veel te veel na over de techniek, die gaat ons redden natuurlijk, en over de infrastructuur, en te weinig over het gedrag. En gedrag is bijzonder moeilijk, denk ik, omdat je zit tussen een heel moeilijk spectrum, zoals bij andere duurzaamheidsvraagstukken ook, tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en individuele keuzevrijheid. Ja, want de auto is een verworven recht, het is een heilige koe. Ja. Maar die heeft, zoals we net horen, ook een hele grote impact op de openbare ruimte. En die openbare ruimte is van ons allemaal. Ja, precies. Dus als ik geen auto bezit en jij wel, dan subsidieer ik jou eigenlijk. Ja, precies. Zo zit dat. Ja. Ik heb een vraag voor jou. Hoi, Adriaan van Hoogstraten. Ja. Een vraag, want dit houdt me ontzettend bezig, wat jij zegt. Hè? Dus ik heb in alle discussies die we hebben over verstedelijking en mobiliteit, mis ik ook vaak of de bewoner of degene die reist. En hoe zit dat met gedrag? En is het niet ook nodig om naast na te denken over de gedragsverandering en hoe realiseer je dat, om ook een bepaalde druk op de mensen te leggen om dat gedrag ook te forceren? Bijvoorbeeld door te dwingen. Ja. Ja, dat klinkt aardiger dan forceren. Ja. Allebei is het. Maar door bijvoorbeeld inderdaad wel rigoureus een keer de parkeernorm op 0 te zetten en kijken wat er gebeurt. Want ik kijk naar mijn eigen positie. Ik vind het heel knap. Ik wil van mijn auto af. Ik eigenlijk ook. Maar ik heb echt geen enkele motivatie om er vanaf te gaan. Want ik heb een plek waar ik woon, waar ik mijn auto voor de deur kan. Nooit gedoe. Ja. En het is allemaal redelijk betaalbaar. En het is voor mij veel makkelijker. Dus dwingen. Een bepaalde vorm van. Ik heb anders nodig dan mijn eigen intrinsieke motivatie. Want die is niet sterk genoeg. En wat is daarvoor nodig om iemand dan wel te nudgen? Ja. Je kunt verleiden en dwingen natuurlijk. Ja. En er is een verschil denk ik tussen moeilijk doen en het moeilijk maken. Ik denk dat we daar gewoon inderdaad veel meer aan moeten gaan doen. En ik vind zelf gebiedsontwikkeling echt een hele kansrijke, hoopvolle
Maar je zegt inderdaad, als je deze fantastische plaatje ziet, dat die utopie ziet, dan ga je erin geloven. En dat zou mensen ook kunnen inspireren of dat, dat gebiedsontwikkeling in die zin mensen over de streep kan trekken van, ja, dan laat ik mijn auto staan. Hè, want die dingen die je AM allemaal biedt. Een heleboel mensen kunnen zich denk ik gewoon nog niet voorstellen hoe de wereld eruit ziet zonder al die auto's. Dus we moeten het gewoon show don't tell. Als je mensen spreekt die nu bijvoorbeeld op een van de weinige autoluw of autovrije gebieden wonen, bijvoorbeeld het GWL-terrein in Amsterdam, daar werd eigenlijk aanvankelijk ook gedacht dat mensen heel snel zouden gaan verhuizen zodra ze kinderen kregen en zodra de kinderen weer uit huis waren. Of de kinderen klaar waren met spelen voor de deur in het autovrije pleintjes. Maar dat gebeurt eigenlijk best wel weinig. Ja, dus mensen die daar eenmaal wonen en die het genot kennen van zo'n autoluwe, autovrije wijk, die willen niet meer weg. Laat het zien. Vuurpark is ook een voorbeeld daarvan. Wat heel mooi autoluw is. Ja, oh kijk eens. U gaat staan. Ja, heel goed. Het duurde even. Ja, ik had er ook eigenlijk een vraag voor, eigenlijk een constatering. U zei, en ik heb 2 jaar geleden mijn auto weggedaan. Applausje. Waarom? Omdat ik ook vond van, ik wil daar wat meer aan bijdragen en kijken of ik dit gewoon kan oplossen. Ik doe hoofdzakelijk die dingen binnen de stad als zelfstandige, maar dat gaat natuurlijk ook door het hele land heen. Ja. Of ik het goed kan oplossen met OV en fiets. Ik woon tegenwoordig in Tuindorp, Ozaan, ik zeg maar even het noordwesthoekje van Amsterdam-Noord. Dat wordt er daar niet beter op. En ik moet helaas overwegen om weer een auto aan te schaffen. Omdat er gewoon geen, meneer Venhoeven zei het al, er is geen fatsoenlijk alternatief. En ik denk dat daar zit de crux in. Op het moment dat je moet fietsen gaan stimuleren en je moet echt goede investeringen in het OV gaan doen. Fietsen doen we heel veel. Ja, maar zou jij bijvoorbeeld, we gaan even ook weer, want we hebben het ook over de bekostiging daarvan. Zou jij daar geld voor over willen hebben? Hè? Want het gaat ook over de baathebbers. Hè? Dat noemde Remco anders, de baathebbers in ieder geval. Maar dat is een onderdeel van dat je hogere belasting gaat betalen om te zorgen dat dat dan ook... Nou, zou je dat doen? Ja, maar waar het over gaat is dat nu eigenlijk de auto in Amsterdam nog heel erg gesubsidieerd wordt. Ja. Als je kijkt wat het auto bezit en het parkeren als jij een vergunning hebt kost... Betaal ik veel meer als ik met het openbaar vervoer ga. Nou ja, wat Remco ook als voorbeeld had, hè, van haal geld uit die de parkeeropbrengsten. Dat zakt natuurlijk weg, want als wij de parkeernorm naar beneden gaan trekken, gaan de baten daar ook weg. Dus je zit met een soort, je zit in een lock-in. Ik kom zo bij je. Remco mag er even op reageren. Nou ja, dit heeft er helemaal gelijk in. We hebben natuurlijk bij dit soort hoogoverberekeningen geen rekening gehouden met vraaguitval. Maar dat gebeurt nu natuurlijk wel. Het zit wel bij, ik merk het, hadden we het ook nog even over, ook een discussie 2 weken geleden, dat het inzetten, we hebben puur gekeken naar bekostigingsinstrumenten. En ik merk dat aan de discussies heel snel het ook een soort glijdende schaal naar een ander doel, namelijk het terugdringen van de bijvoorbeeld automobiliteit. Ja. Dat is ook prima. Je kunt ook vormen van beprijzing, corridor Stockholm-Londen toepassen in delen van de Randstad, dat kan ook. Maar ik denk dat een andere doel dient dan waar wij naar gekeken hebben. Dit is de opgave. Hoe gaan we dat betalen? Wie heeft er voordeel bij? En kun je een deel van het voordeel afromen? Ja. Dus ik denk dat het wel bij dit soort inzetten van dit soort instrumenten goed is om na te denken. Wie laat je de rekening betalen met welk argument? Ja. En als het is om iets terug te dringen, dan is het een ander argument dan de bekostiging. Oké, wie laat je wat betalen met welk argument? Kom straks bij jou. Die meneer. Ja, hi. Mijn punt was eigenlijk, we hebben het hier heel erg over alle voorbeelden die komen gaan over de stad. Ja. Eigenlijk alle voorbeelden die ik hoor, Utrecht, Amsterdam, terwijl hier, het is allemaal nodig. Ik bedoel, heel simpel, het is nodig. We moeten meer fietsen, meer lopen, meer het OV. We willen een beter openbare ruimte. En ons OV-netwerk en autonetwerk zitten bomvol. Maar als je ook het staartje, een van de eerste sheets van de avond van Ton zag, in de regio, daar is 60% gaat met de auto. Als je kijkt naar wat in Amsterdam rijdt, is verreweg het grootste deel is bezoekers naar Amsterdam. Ja. Dat gaat met de auto. Het zijn niet de Amsterdammers. Autobezit is hier, even los, we willen het allemaal minder, tuurlijk. Maar autobezit is hier laag. Autogebruik is hier laag. En deelauto's dus we hebben het weer. Hoog, deelauto's is hier misschien hoog, gemiddeld nog steeds te laag, maar hoger dan de rest. Ja, precies. Dus ja, we moeten ook hier op fiets stimuleren. Maar waar we het eigenlijk over hebben, we moeten in de regio, daar moeten echt eigenlijk, om de problemen ook in Amsterdam op te lossen en in andere grote steden, moeten we in de regio de problemen oplossen.
En dat hoor ik eigenlijk ook vanavond veel te weinig. Dat hoort niet te weinig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik moet er wel bij zeggen dat het bereikbaarheidspakket van die 10 tot 18 miljard, gekoppeld aan de stedelijkingsopgave, dat zit er vooral, aan de grootste investeringen, vooral in de OV-corridors met de omliggende kernen. Bijvoorbeeld in Den Haag de koppeling met Zoetermeer. Verbinding ook in Amsterdam. Er zijn een aantal voorbeelden van Tom, die zit ook in dat pakket. Dus ik probeer, het was een opdracht van de G4, maar ik probeer, en misschien heb ik dat niet goed genoeg gedaan, duidelijk te maken dat het om de stedelijke regio's gaat. Dus en dat zit buiten meer de steden. In. Of je dan helemaal tot aan de kop van Noord-Holland komt, dat denk ik niet. Maar het is echt wel breder dan alleen maar die centrumsteden. Ja, oké, dat is duidelijk. Ananda, even nog naar jou. De regio, het grootste deel van de mensen zitten daar allemaal in die auto. Is daar ook een concept? Want ik geloof, jij hebt ook concepten voor te verzinnen in die regio. Om de bepaalde deelconcepten die dat zou helpen met z'n vieren in één auto gaan zitten en niet met in je eentje. Je kan denk ik van alles verzinnen, maar je moet het ook vooral integraal bekijken. Hè. Nu verzanden we alweer heel snel in een discussie over deelauto's. Ja. Nou, dat is fantastisch, maar ik denk dat alle modaliteiten met elkaar zouden moeten gaan samenwerken en communiceren om deze opgave goed aan te pakken. En daarin spelen twee dingen, wat net ook al genoemd, de scheiding tussen privaat en publiek. Dus openbaar vervoer eigenlijk. Dus wat wordt waarmee gefinancierd? En dus op dit moment is het zo dat de privaat vervoer zichzelf moet bekostigen. Mm-hmm. Daar moet je heel erg naar kijken. En wat ik zelf altijd heel inspirerend vind, is ook om te kijken wat er in het buitenland gebeurt met het bekostigen van. Ja. Hè? En je ziet dat het soms in het buitenland gewoon wel kan. Hè? Er is bijvoorbeeld een hele nieuwe wijk bij Wenen gebouwd, Aspern, Zeestad. Daar stond het metrostation al ongeveer voordat de wijk er stond en de eerste huizen. Dus de bewoners hadden meteen al de rijkbaarheid. Dus het kan wel. Ja. En als je kijkt naar bijvoorbeeld in Mexico stad hebben ze de parkeer minima veranderd naar maxima. En het geld wat ze eigenlijk besparen met het bouwen van parkeerplaatsen, investeren ze in openbaar vervoer infrastructuur. Er zijn toch inderdaad dus hele... Ze zijn hier wereldwijd over aan het nadenken. En ik denk dat het altijd interessant is om ook te kijken dat wij niet het enige land zijn die tegen deze opgave aanraken. Nee, precies. En ook dat soort inspirerende voorbeelden zouden heel goed kunnen werken. Adriaan wil daar even wat over zeggen. Oh ja, pak hem maar. Ja, het klinkt dit is hem. Ja. De politiek. Het klinkt alsof we het heel slecht doen in Nederland en in deze regio, als je het zo hoort, zo langzamerhand. Maar dat valt misschien heel erg mee. Ja, je mag daar blijven staan. Zal ik daar blijven staan? Ja, want we zijn nog niet zo ver. Jij bent de baas. Ik ben de baas. Je mag nu tussendoor, we zijn nog niet met jouw afronding. Nee, hoor. Ik wil het publiek sorry. Nee, maar dit is gewoon een tussendoortje. Ja, doe een tussendoortje. We doen het namelijk best wel goed. Vertel. En ik vind het ook heel erg terecht dat we nadenken, hoe kan het beter? Ja. Maar wat doen we goed dan, Adriaan? We moeten elkaar niet de put in praten. Nou, we zijn een redelijk bereikbare regio vergeleken met andere grote regio's. De economie doet het goed en dat heeft onder andere met onze bereikbaarheid te maken. Maar we blijven niet stilstaan. Dus het is heel inspirerend om het allemaal zo te horen. Maar ik had even zoiets van, let op mensen, het is niet zo somber. We doen het goed in opzichte van andere. Welke regio's gaan dan heel slecht? Je kunt gewoon in goed openbaar vervoer stappen. De wegen zijn redelijk veilig. Er is congestie. En dat hoort misschien ook wel zo te zijn. Dat er congestie is in het stedelijk gebied. Wat zeg je nou allemaal? Nou ja, de ruimte is uiteindelijk meer nog dan het geld, het schaarse goed. De ruimte is meer dan het geld, het schaarse goed. Wie wil daarop reageren? Tom? Ga maar staan. Nou, ruimte. Nou, ik denk eigenlijk dat we het super slecht doen vergeleken met de rest van de wereld. En ik denk ook niet dat we het van een gedragsverandering moeten hebben. Dus ik sla even wild om me heen. Kijk, doe maar. Want ik denk namelijk dat ik ben zelf een gebruiker van zowel het openbaar vervoer als van een eigen auto. Ik heb al sinds 2003 dezelfde auto. Die ga ik ook nu niet wegdoen. Omdat diesel? Het bouwen van. Nee, het is benzine. Okay, maar het bouwen van een auto, dat is nog veel milieubelastender dan. Maar gaat wel gebeuren. Ja. En wij rijden al, denk ik, 25 jaar met mijn bedrijf met allemaal deelauto's. Hè. Dus, en iedereen die woont inmiddels dicht bij het bureau. Dus ze lopen en fietsen naar het bureau. Hartstikke goed. Wat mij opvalt, en dat is echt een enorme verandering die in Parijs is geweest. Ik ging vroeger met de auto naar Parijs.
lekker. Hè? Ja, gewoon stoer. 5 uur op de snelweg. Ja, cool. En dan door die stad scheuren, over die hele brede lanen zorgen dat je bij het stoplicht vooraan stond. En dat doe ik niet meer. Dus het is nu gewoon waanzin als je dat doet. Dat komt dus dat gedrag. Die stad is zo inmiddels zo ongelooflijk perfect ontsloten met openbaar vervoer. En met hele goede aantrekkelijke openbare ruimte. Dus ik je zegt inderdaad, ik vind het heerlijk. Ik laat mijn auto hier, ik stap in de Thalys. Ik pak ook niet het vliegtuig, gewoon de Thalys. En dan kom ik daar aan, 3,5 uur later. Helaas hebben ze in België nog niet helemaal goed voor elkaar. En daarna heb je een fantastisch metronet. Ja, ik weet het. En als je nog eens een keer denkt van, nou, dit is toch een beetje onhandig. Pak je de taxi? Nou, dat is eigenlijk ook mobility as a service. Dus wat je zegt eigenlijk, Ton, is als het goed geregeld is, dan gaat het gedrag vanzelf mee. Ik denk dat we met z'n allen, dat we dit wat we nu hebben, dat we dat helemaal niet willen. Nee. En ik denk dat we echt eigenlijk stiekem iets anders willen. En dat we gevangen zitten in regelgeving en lijstjes die in de periode na de Tweede Wereldoorlog opgesteld zijn. Kijk, ja. En dus ook in netwerken die zo in elkaar gezet zijn. Ja. En dat we dus echt even onszelf aan de haren, ik heb ze niet meer, maar uit het moeras moeten trekken. Ja, we hebben heel veel gedaan. De baron van Münchhausen was dat geloof ik, hè? Die trokken zich aan zijn haar. Maar dus daar in die zin denk ik dat buitenlandse voorbeelden, Andries, wel inspirerend kunnen zijn, juist om op dat hogere plan te zeggen. Maar het is ook goed, we doen het allemaal, het is best fijn om te horen dat we het niet heel slecht doen. Theo. En investeren hier in goede projecten die goede voorbeelden geven. Ja. He, als op een gegeven moment iemand bij je langskomt die zegt van, ik ben vandaag met de blauwe auto, want ik kan er 10 kiezen. Dan wordt het misschien eens interessant, want dan wordt het hip. En dan gaan andere mensen het ook hip vinden. En als je het dan hip vindt, ga je er ook nadenken van, ja, maar het is eigenlijk ook goedkoper. Hè? Want het geld komt pas nadat het hip is. Ja. En als ik kijk naar 3 trends in gebiedsontwikkeling, verduurzaming, mobiliteit en meer collectiviteit. Die laatste 2, die zitten nog veel meer vooraan. Dan zou je eigenlijk, wat er nu gebeurt met duurzaamheid, dat is eigenlijk van een soort van trend, is naar een soort van brand. Hè? Ja. En dat heeft te maken met het feit dat er zoveel goede voorbeelden zijn, dat steeds meer mensen het gaan doen. En we moeten van het gas af. Hè? Dus we doen beide. En dus aan de ene kant zie je, doordat de projecten er zijn, en andere mensen zeggen de voorlopers, hè, andere mensen erachteraan denken, hey, dit is interessant. Dan komen de financiën, langzaam komen de banken dan ook. Overheid geeft nog even een duwtje met niet meer van het gas. Ja. En ik denk dat je bij dit soort dingen aan die 3 moet werken om dat voor elkaar te krijgen. Dus ook dat van duurzaamheid op toepassen op mobiliteit. Hè? Ja, ja, dus mobiliteit dat is dus soms druk, extra investeren, verleiden, goede voorbeelden. Maar gaat dat snel genoeg? Want ik bedoel, hebben we daar genoeg even reactie? Dan komt ja, nou, ik vind het voorbeeld duurzaamheid heel interessant. Ja. Om het maar even naast te, wij realiseren nu energie nul woningen. Ja. En dan moet je mensen uitleggen, het is echt ook gedragsverandering, hoe dat huis werkt. Dus mensen kopen een huis, dat is bijna een soort machine, wat men ook niet weet hoe je dat. Nou, dat ging heel snel, moesten wij ook aan wennen. Hoe leg je nou uit hoe dat werkt? Mensen vinden het fantastisch op een app zien hoeveel energie wek ik op. Dus dat gaat heel snel, dus doordat je maar klein begint. Dus je merkt dat mensen daar echt wel snel toe bereid zijn om dat ook snappen. Ja, en mensen willen gewoon daar ook meer voor betalen. Je krijgt een hogere hypotheek. Rabobank die wil daar ook geld in stoppen. En dat komt vanzelf. Ja, maar gewoon klein beginnen, dan wordt het vanzelf. Rabobank is jullie club waar jullie mee samenwerken? Tegenwoordig wil iedereen groen investeren. Alle bedrijven willen dat geld groen investeren. Alleen er moet er wel een pilot zijn wat ook snel iets oplevert. Ja. Want zo'n beleid, dat duurt te lang voor mensen. Ja, dit moet snel iets opleveren. Je moet snel aan de slag om het te laten zien. Ja. En dan maar opschalen. Daar, meneer. Ja, wat mij opvalt vanavond is dat we het over gebiedsontwikkeling hebben. Maar eigenlijk hebben we het over wonen. En we gaan ervan vanzelfsprekend vanuit dat we dat werk bereikbaar is. Ja, het werk. Precies. We zouden het over ruimtelijke ordening moeten hebben. Dus dat ook die relatie moet gewoon korter worden, want we willen niet lang reizen. Woonwerk, precies. Woonwerk. Dat is wat jij wil zeggen. Ja, precies. En de overheid moet ontschotten. Ik bedoel, het is belachelijk dat we allerlei suboptimale oplossingen bedenken voor dit probleem. Ja, ontschotten en in die zin dus meer vloeibaar met elkaar samenwerken. Ja, dus niet alleen maar een bereikbaarheidsfonds en een verstedelingsfonds. Nee. Het moet één worden. Ja. Zou het ja. Mag ik het ook nog klein? Ja, precies. Klein. Meneer Veenhoeven zei het net al. Zijn medewerkers werken dicht bij zijn kantoor. Maar in deze vraagstuk, in deze gebiedsontwikkelingen. Ondertussen wordt de kleine industrie, wordt de stad uitgedrukt, steeds meer naar de buitenkant. Werken wordt naar de buitenkant gedrukt. Ja. Mensen worden gedwongen om zich te verplaatsen van woon naar werk. Ja.
Ik denk dat het een grote opgave is om in de gebiedsontwikkeling niet alleen op wonen te richten, maar echt op die totale mix. En daardoor gewoon eigenlijk de ik zeg even, het vervoervolume, de bereikbaarheidsvraag te gaan verkleinen. Precies. Door dat woonwerk te mixen, dat zegt Ton ook altijd, goed mixen, maak er één klein stadje van waardoor elkaar lopend het liefst, hè? Toch, voetgangers? Weg met die fiets. Nou, mooi om te zien dat de discussie die als titel heeft gebiedsontwikkeling, we hebben het heel lang over mobiliteit gehad. En vervolgens komt de ruimtelijke ontwikkeling en komt de hele klimaat- en energietransitie. Fijn, hè? Maar dat hebben we allemaal bedacht. Helemaal goed. En daarom is het ook goed. Ik denk vanuit de G4, ik ben secretaris voor de samenwerking op G4 op het mobiliteitsgebied. Maar in feite werk ik ook niet meer op mobiliteit, maar merken we aan een verstedelijkingsagenda. En er zitten eigenlijk al deze elementen zitten daarin. We proberen het zo integraal mogelijk te maken. Dus als we het hebben over gebiedsfondsen, dan zit daar niet alleen maar de mobiliteitscomponent in. Dan zou je ook daar de andere transities die we meemaken ook in willen stoppen. Tegelijkertijd wel de waarschuwing, als we te integraal en te complex maken, is het dan nog wel te managen. Want, komt er niet te veel in. We hebben ook te maken met de werkelijkheid van dat onze de manier hoe we het ingericht hebben met provincies, stadsregio's, gemeentes en Rijksoverheid en dan ook INW en BZK, NEZ en weet ik veel wat. Weet je, dat is gewoon complex. En daar moeten we ook even mee dealen, want daar kunnen we niet allemaal één aanspreekpunt van maken. Dus het is wel heel goed om het integraal te bekijken. En alle discussies die we nu hier met elkaar voeren, ik in ieder geval het vertrouwen uitspreken dat op ambtelijk, maar ook op bestuurlijk niveau, de neuzen echt redelijk allemaal dezelfde kant op zijn. En al deze ontwikkelingen die we nu zien, dat we daar ook echt allemaal voor gaan. Maar het is gewoon hartstikke moeilijk. En het vergt ook lef. En niet alleen lef als ambtenaar om ervoor te gaan, maar ook lef als bestuurder om maar door te pakken. Want ga er maar eens even aan staan om een of andere impopulaire belasting of heffing te gaan heffen. Want hoe zit dat dan in de verkiezingen volgende keer? Dat is gewoon hartstikke moeilijk. Wat nodig is lef. Absoluut. Bestuurlijk en op ambtelijk niveau lef. En samenwerking. Dus niet polariseren door tegenover elkaar te wijden. Dus dat het regio naar het rijkwijs, het rijk naar de regio en de projectontwikkelaars naar de gemeentes. Weet je, we moeten hier samen voor werken. Echt heel goed samenwerken is ook een verschrikkelijk belangrijk element in deze discussie om tot oplossingen te kunnen komen. Wat een vurigheid. Kijk, zo hebben ze. Er was een man uit Woerden, Remco, die light rail expert, die had gezegd, de overheid moet in die zin niet meer een subsidiemachine zijn, maar een regionale ondersteuner in die zin. Dat je het regionaal ook. Is dat de schaal waarin je ook die verstedelijkingsopgave moet doen? Maar je moet ook wel regie nemen. Hè? Want het zijn natuurlijk ook... Wie moet die regie nemen? Want de overheid doet het niet. Nee, is dat zo? Nee, het is heel er zit geen... Vinden we dat de overheid de visie heeft op mobiliteit en de verdichting? Ja? Rijksoverheid, ja? Oké, vertel. Ik wil hem graag horen. Wat is de visie? Een visie of de goede visie? De visie. Niet de visie... Ga maar staan. Want jij zit daar... jij moet staan. Hij kwam een beetje binnen zo. Ik zei, hey, jong mens. Ja. Jong mens. Jij zit erin, hè? Je zit in deze materie, toch? Een beetje? Ik heb er wel een beetje mee te maken. Maar vertel de visie. Voor mij werd het net ook al genoemd dat de landelijke overheid, die heeft niet een visie... Die ziet volgens mij niet eens hoe het er in steden aan toe gaat. Ja. Dus ze zien dus geen visie. Nee, dat ontbreekt visie als ze het niet zien. Dus die zijn echt helemaal op de auto gefocust en dat soort dingen. En die steden, dat lost zich wel op. Maar dat heeft volgens mij ook te maken met hoe nu de landelijke politieke samenstelling is. Dat zijn geen politici uit de stad, dat zijn politici uit het platteland. Ja. Sorry dat ik de tegenstelling... Dat is wel een beetje een probleem. Driekwart van Nederland zit allemaal in Twente. Als je maar even naar Twente of Drenthe gaat, dan zit iedereen daar in de auto. Wat is voor jou... hoe zie jij het wel voor je? Hoe kunnen we deze bereikbaarheidsslag wel maken? Hoe zie jij een oplossing? Op zich de oplossingen die hier nu zijn voorgedragen, daar kan ik alleen maar achter staan. Ja. Dat zijn hele mooie plannen. Maar hoe je dat voor elkaar krijgt, denk ik toch ook weer, net werd die regionalisering ook al genoemd. Ja. Dat, zit daar een oplossing? Daar zit wel een oplossing. Dat vinden mensen dat ook? De MRA die weet wel hoe het voor Amsterdam moet. En de MRDH weet hoe het in Rotterdam en Den Haag opgelost wordt. Werken die regio's goed? MRA en ook in Zuid-Holland, werkt dat goed als in die. Of je lacht daar heel hard om. Hebben die slagkracht om dat lef te tonen? Nou
Nou ja, ik ben het helemaal met je eens dat de stedelijke problemen, en daar komt natuurlijk al het grote beleid komt natuurlijk uiteindelijk samen op één zo'n gebiedje. Ja. Dus daar moet het wel gebeuren. Ja. Maar dat betekent niet dat je dat helemaal zonder landelijke afstemming kan doen. Nee. Want je hebt ook een landelijk samenhang nodig. Je hebt wel iets van een visie over hebben van waar wil je de economische groei, waar wil je de banen creëren, et cetera, et cetera. Ja. We hebben het best complex georganiseerd met steden, stadsregio's, vervoer, autoriteiten, provincies. Ja. Dus werkt dat goed samen? We doen ons best, ja. Maar dat gaat heus af en toe eens mis. Want ik zag hier plaatjes van de MRA over het lightrailplan. Ja. Ik ben benieuwd wat ik krijg als ik dat aan de gemeente Amsterdam vraag, of dan hetzelfde plaatje komt. Ja. Geen antwoord opgeven, maar even als stelling. Ja. Dus ja, dat kan best nog wat verbeteren. Maar het is niet zo dat er helemaal geen afstemming is en dat we allemaal maar wat doen. En maar als jij daarvoor geen regie heeft, helemaal geen visie heeft. Weet je, ik begrijp wat je zegt, maar weet je, dat is volgens mij ook niet de toon die we met elkaar moeten hebben. Nee. Nee, want jij hebt de ballen, maar zeg even, waar zou jij nou direct je ballen neerleggen in de zin van, wat zou jij nou direct, stel dat jij nu als verlicht despoot, je had het net ook over enig dwingen en druk. Waar zou jij je verlicht despotische talenten op meteen op willen botvieren? Nou, ik ben heel erg voor om van denken naar doen te gaan. Dus er zijn een aantal. Geld, hè? We hebben het over de bekostiging. Wie zou dan meteen de zak op tafel moeten zetten met geld? Nee, dat is ook een collectieve uitdaging. Dus dat zit en bij de mensen die er gaan wonen en bij de mensen die gaan reizen en bij de gemeentes. Dus het is een beetje de spekkoek. Ik vind dat er mooi. Ik ga hem gebruiken. Dankjewel. De spekkoek. Schijf van 5 wordt erbij. De spekkoek, dat vind ik wel een mooie. Maar ga dat nou eens een keer doen in een gebied wat behapbaar is met de juiste partijen aan tafel. En ga het gewoon eens proberen. En volgens mij, weet je, daar praten we heel erg over, maar daar ben ik wel een grote voorstander van. Dus als ik het voor het zeggen zou hebben, gaan een aantal van dat soort projecten gewoon doen op deze manier. Oké, dan ga ik naar Andries. Van wat moet de politiek dan doen? Andries, kom maar even naar voren. Thijsens, statenlid D66 Vervoer Verkeer. Je mag hem pakken. Je hebt het gehoord, hè? We moeten gewoon aan de slag. Wat kun jij voor elkaar krijgen? Hè? In maart zijn de verkiezingen, man. Pak die kans, hè? Zet het op de agenda, verdorie. En laten we gewoon gaan doen. Wat zou je als eerst gaan doen? Wat zou jij? Nou, ik heb nu zoveel gehoord, dat kan ik niet allemaal. Die doet het inderdaad iets minder. Ja. Dat kan ik natuurlijk niet allemaal in één keer even recht trekken. Want waar de laatste spreker eindigde, dat is inderdaad dat we het gecompliceerd georganiseerd hebben. Ja. Dat is ook wel lastig, omdat we ook een afrekenmodel hebben. Dus we hebben mensen die moeten, de volksvertegenwoordigers, die moeten controleren en bestuurders. En die bestuurders die worden dan afgerekend voor Noord-Holland of voor Amsterdam of voor Flevoland. De MRA heeft geen volksvertegenwoordiging, metropoolregio Amsterdam. Nee, dat is een het Rijk heeft ook zijn eigen dingen, maar die is primair verantwoordelijk voor het spoor. Ja. Dus op het moment dat ze zeggen van, goh, we gaan bijvoorbeeld een gemeentelijke exploitant toelaten op het spoor, neemt er iemand risico. Ja. We moeten dus niet alleen durven doorpakken, maar we moeten dus ook risico durven nemen en de ander vertrouwen. Andere bestuurder. En dat is gewoon ongelooflijk moeilijk. Ja, en vertrouwen en het risico nemen, dat je met z'n allen dit doet. Als jij deze avond nou hebt gezien, wat stel dat jij ook je verlichte sportistische krachten van deze was mocht laten. Ja. Wat zou je, bent hier veilig, vertel? Nou, ik heb heel veel verschillende dingen gehoord. Eén ding, als ik kijk naar de spekhoek. Een spekhoek bestaat niet uit zoveel kleuren als we hem hier zien. Eigenlijk is het zo dat de spekhoek bestaat uit twee kleuren, namelijk algemene middelen, belastingmiddelen en middelen die gerelateerd zijn aan het gebruik. Ja. En als je goed naar deze spekhoek kijkt, dan zie je eigenlijk ook dat die uit die twee kleuren bestaat. Ja, dus kunnen en helemaal in het begin hebben we ook twee kleuren gehad, namelijk de rode en de groene pijlen. De rode pijlen, dat was het kernsysteem. Nou, dat moet in ieder geval uit die algemene laagjes van die spekhoek betaald worden. Dus uit algemene middelen, zeg maar. Ja, want anders dan wordt het heel erg ingewikkeld. Want je kunt niet de gebruiker van de bus laten betalen voor het bussysteem. Net zoals de gebruiker van de auto niet betaalt voor het wegennet. Voor alle duidelijkheid. Nee. En dat hebben we heel lang een beetje onszelf voorgehouden. En daarom hebben we decennia lang te weinig in spoor en dat soort infrastructuur geïnvesteerd. Maar volgens mij is ook het Rijk daar, want ik hoorde wel een heel negatief geluid. Volgens mij is het Rijk daar al lang achter gekomen. Dat en het proberen ze ook wel, proberen ze daar ook wel wat aan te doen. Maar je kunt niet met één grote zak en dan zeggen van geef snel uit.
heel snel problemen oplossen, helaas. Nee, zo is dat niet. Ja. En, maar als jij nou, je hoort het allemaal, maar ook we hebben het ook over gebiedsontwikkeling, deel wat daar aan kan. Wat je daar vanavond over hebt gehoord, hoe zouden we dat kunnen opschalen? Dat die gebiedsontwikkeling aan elkaar worden gekoppeld en dat je daar plekken van maakt waar die mobiliteit zo inspirerend is dat mensen ook echt denken van, nou, zo wil ik. Ja. Ik hoorde op een gegeven moment een discussie over de norm. Hè? Mm-hmm. Nou, de parkeernorm. Ja. De parkeernorm. Je hebt ook allerlei andere normen die je kunt verzinnen. In ieder geval is het zo, mensen hebben behoefte aan mobiliteit. Niet alleen omdat ze moeten werken, maar ook omdat ze er gewoon behoefte aan hebben. Ja. En dat zul je sowieso moeten faciliteren. Ja. Maar op het moment dat je zegt van we hebben een parkeernorm, dan kun je wel zeggen, die gaan we heel laag brengen. Maar als dat betekent dat mensen hun gedrag niet aanpassen, gaan ze alleen maar de openbare ruimte vervuilen. Dat hebben we wel eens gezien bij de gelovige bestuurders. Die zeggen, als we nou heel erg hard denken dat. Dus we moeten, vind ik, faciliteren als overheid. Dus we moeten verleiden. Hè? We moeten gewoon zorgen dat je op een fatsoenlijke manier naar je werk kan. Ja. En dat is dus 3 kwartier enkele reis. Dat is al, zou ik maar zeggen, heel erg lang bekend. Je kan het wat plussen of minnen. En of het comfortabel is of niet, maakt uit. Maar mensen vinden het helemaal niet erg om een tijdje naar hun werk te reizen. Maar als je dan gaat kijken, er was van de week een heel interessant kaartje, zat helaas niet in een van de leuke presentaties, van hoe ver kan je nou naar werken, zou ik maar zeggen, binnen die acceptabele afstand met de auto. Nou, met de auto kan je dat met een passertje redelijk makkelijk doen. Maar met het openbaar vervoer levert dat een heel verbrokkeld beeld op. Dus we moeten ervoor zorgen dat de beroepsbevolking, hè, dat die zo woont, dat die in een acceptabele tijd naar zijn werk kan komen. Als je dat niet oplost, met de toekomstige ontwikkelingen, dus waar ontwikkel je? Jullie zijn toch ook een milieupartij, dan moet je toch direct dat openbaar vervoer aanpakken? Jazeker, maar voor open, ik heb heel laat in de discussie hoorden we op een gegeven moment van, waar ga je werken en waar ga je wonen? Ja. Je kunt niet alles mixen. Nee. Dus je moet daarover nadenken. De knooppunten, dat is een heel lang bestaand beleid dat ik gewoon durf te zeggen zonder dat ik denk, dat is jargon. Nee. He, die knooppunten, als je daar nog gaat wonen, dan kan je veel beter naar die werklocatie. Die werklocatie moet ook een knooppunt zijn. Ja. Dus daar komt wat mij betreft een beetje dwang. Niet daar van de burger. Ik heb als D66 een echte hekel aan het dwingen van burgers, maar dwingen van ontwikkelaars. Dat mag best. Die mogen langs de OV-knooppunten. Dat zijn namelijk gewoon instituten die verdienen geld. En dan mag je als overheid zeggen, je mag geld verdienen, daar mag je geld verdienen. En dan zorg je dat die mensen op een prettige plek wonen. En dat betekent dat ze ook echt de keuzevrijheid krijgen. Ja. Want die 60%, die heeft gewoon geen keus. Ja, sommigen wel. Ja. Maar heel veel mensen hebben gewoon geen keus. Die zijn gewoon in een week 12 uur extra van huis als ze switchen van modaliteit. Dus dat OV-knooppuntenbeleid, dat is iets, hè? Nou ja, jullie zitten ook met Baaierskwartier dus ik heel goed aan die OV-knooppunten. Is dat ook, is dat iets, hè? Jij zit een beetje te kijken van ja, ons dwingen. Maar dat is dat is toch voor een ontwikkelaar ook uiteindelijk heel logisch, hè, om daar te gaan zitten? Ja, ik ben niet ontwikkelaar, ik ben bewoner van de metropoolregio Amsterdam. Dus in die zin, ik vind het al een beetje flauw om dan te zeggen, jij moet dan maar gaan betalen. Ja. En voor mij is het gewoon een belang van het land, hè, van ons allemaal. Dat we gewoon een beetje fatsoenlijk nadenken van hoe doen we nou dingen. Dus ik ben het helemaal eens hoor met waar leggen we nou welke dingen neer. Alleen op een gegeven moment moeten wij het maar oplossen. En dan, als je steeds eindeloze rekening, reeks bonnen krijgt, is het natuurlijk een vraag van voor waar moeten we nou allemaal en waarom. Ja. Dus het is een vraag. Ja, dus die 2 lagen spekhoek, dus die ene laag waar jij dan onder, hè, dus je hebt de laag algemene middelen en dan de laag de andere middelen. Daar zou je wel wat meer nuance in willen zien. Nou, toch nog even dat voorbeeld van duurzaamheid. Als je energie-neutrale woning maakt, dat kost iets van 25.000 tot 30.000 euro per woning. En dat is niet erg, want voor een deel komt dat terug omdat die woning meer waard wordt. En voor een deel krijg je daar ook subsidies. Dus dat is best wel, dat is prima te investeren. Ja. Alleen je gaat niet als bedrijf, we zijn gewoon een beursgenoteerd bedrijf, we gaan niet links en rechts zomaar allemaal geld ergens in stoppen. Nee, dat is, vind ik wel, dat, is, dat doe je volgens mij persoonlijk ook niet. Dus daarom zou, ik wil nog even terug naar Andries, maar daarom, en dan kom jij, Theo, daarom zou je eigenlijk, en dat maak ik een brugje naar jou, daarom zou je eigenlijk met al die partijen, hè, die ook Stadskwadraat en zo, bij elkaar heeft in zo'n gebiedsontwikkeling, zou je eigenlijk als vervoersman van D66 en Statenlid ook eigenlijk aan je tafel moeten uitnodigen van jongens, wat is daar nu, wat kunnen wij doen om het voor jullie wat makkelijker te maken? Zou dat een idee zijn? Ga je dat doen morgen om 9:00? Nou, het is even de vraag, welke verantwoordelijkheid voor de mobiliteit wil je precies bij die ontwikkelaar neerleggen? Ik denk dat de overheid in ieder geval systeemverantwoordelijkheid heeft. En ik vind
dat de parkeer en de ontsluiting, dat is iets wat bij de ontwikkelaars veel meer past. En volgens mij zijn die ook wel bereid om daar een rol in te spelen. En dat kan ook leiden tot diversificatie. De ene wijk ligt perfect bij de pen, hè, of de penitentiaire inrichting over Amstel, zoals ik me uit mijn kindertijd herinner. Ja. Dat is perfect. En sommige ontwikkellocaties die zullen anders zijn. Qua bevolking, maar ook qua locatie. Maar als je die mobiliteit wil aanpakken, dan moet je toch ook kijken van, kunnen we per plek, hè, wat Ton ook zegt, per plek goed kijken welke mobiliteit is daar nodig, welke mobiliteit is daar nodig. Kunnen jullie daar ook mee samen in gesprek? Ja, daar hebben we wel hele dwingende gedachten over. Dwingende gedachten? Ja. Dat betekent namelijk dat je moet gewoon kunnen komen waar je bouwt en waar je ontwikkelt. Dat is één ding. Dat kan niet altijd vooraf, want zeker een metro, dat is heel erg duur. Hè, die ontstaat na verloop van tijd, dat die ook meteen een beetje vol zit. Want die Noord-Zuidlijn, die kan nog veel voller. Als die helemaal leeg rijdt, is treurig. Eerst bewegen, dan bouwen. Dat is toch iets wat jij... Ja, maar je moet het is dus planmatig eerst bewegen, dan bouwen. Want je kunt niet alles van tevoren hebben. Ja, oké. Okay. Ja, ja, maar Theo staat al een tijdje. Heerlijk. Er wordt net een aantal keer gesproken over die tweedelingen, over algemeen en over gebruik. Maar in algemeen is er nog een hele belangrijke tweedeling en dat is rijks en lokale middelen. Mm-hmm. En volgens mij zijn we op rijksniveau eigenlijk al, de analyse is al duidelijk. Rapport van Rinoy Kan, 3-4 jaar geleden. Eigenlijk de switch over van rijks inkomsten naar lokale inkomsten met gelijkblijvende lasten voor de burger. Waardoor er meer autonomie komt voor lokaal om belangrijke opgaves op te lossen. Ik denk dat we daar een breuk in, een knip in moeten maken. Dat er meer ruimte moet zijn om lokaal daar financiering en bekostiging voor te genereren. Door bijvoorbeeld een andere vorm van OZB of een opslag op de OZB die te maken heeft met vervoer. En dat Amsterdam dat makkelijker zelf kan inzetten en meer autonomie heeft. Amsterdam heeft grotere opgaven dan Friesland. Ja. Dus nog steeds heel erg belangrijk om door het land de financiering zo goed mogelijk te doen. Gemeentefonds, OZB. Maar grotere opgaven vraagt om grotere autonomie. Dat is al heel vaak is dat geconstateerd in analyses. En daarvan is ook op rijksniveau gezegd, dat moeten we doen. Nou, dan zou ik zeggen tegen het Rijk, ga dat dan ook eens doen. Ja. Als de regio's passen bij de uitdaging die ze op moeten lossen. De mobiliteit van Amsterdam kan niet binnen de gemeentegrenzen worden opgelost. Die complexiteit maakt het daar wel ingewikkeld bij. Want ik denk dat wij allemaal wel heel graag willen dat die euro die naar mobiliteit gaat, dat die goed besteed wordt. Ja, maar hij moet wel ook op de juiste plek kunnen worden opgehaald. Ja, kijk. Oké, maar dat is de juiste plek voor de juiste plaats, de juiste schaal, hè, wat jij zegt. Dus Amsterdam kan zijn problemen niet alleen omdat het moet regionaal. Maar je zegt inderdaad, geef de lokale de ruimte. Hè, ook de lokale constructies die... Of regionaal, maar in ieder geval niet op rijksniveau. Niet op rijksniveau. En wat zou het Rijk dan wel moeten doen, nog als rol? Kijk, in Nederland is de verhouding rijksbelasting lokaal is ongeveer 94,6. En in andere landen om ons heen is het ongeveer 70-30. Dus daar is veel meer lokale financiële autonomie om dat soort dingen op een goede manier op te lossen. Lokale financiële autonomie. Ton, jij mag reageren. Jij, ga even zitten met je microfoon. Neem je microfoon nog mee. Okay. Als Ton dingen zegt waarvan je denkt, nee, dat kan niet. Ik wou het even afronden met de man waar we mee begonnen. Ik heb een aantal dingen gehoord waar ik het heel erg mee eens ben. Dat is die mobiliteitsvisie die we landelijk nodig hebben. En volgens mij moet je dat landelijke netwerk moet je relatief simpel maken. Ik heb daar een voorstel voor gedaan. En daarin zijn echt ontbrekende schakels. En dat netwerk dat moet multimodaal zijn. En dan even letterlijk spoor en weg. En waar mogelijk aangevuld met kanalen. Want kanalen zijn ook heel belangrijk in die multimodale. En dan bouw je echt aan een systeem waarbij de gebruiker centraal staat. Want die kan kiezen, die wordt niet meer gedwongen om met de auto te gaan of gedwongen om met de trein te gaan, die kan gewoon. Ja. Die heeft gewoon, ja, precies als blijkt dat het een niet werkt of het ander. Dus dat is een systeemverantwoordelijkheid die het Rijk heeft. En toen ik bij Rijkswaterstaat werkte, toen hoorde ik van, wij mogen geen mobiliteitsvisie maken, want de politiek beschouwt dat als het primaat van de politiek.
Nou, als dat nog steeds zo is, dan is dat het eerste wat aangepakt moet worden op rijksniveau. Ja. Want er moet gewoon, en we hebben bij het voorpraten ook een beetje over gehad, maar er moet natuurlijk een deltaplan mobiliteit komen. Wij kunnen ons niet veroorloven om nog 20 jaar door te modderen. Nee. Maar dit zie jij dan ook die verandering? Want ik zie wel dat die verandering op gang gekomen tussen dat denken vroeger. Ja. Als ik nu kijk naar wat het INM afgeeft, die zijn veel meer multimodaal ook aan denken. Nee, die denken ook in termen van de fiets. Hè, de Rijksoverheid heeft enorm veel in fietsdingen ook geïnvesteerd. Klopt. Dus maar er gebeurt echt wel veel. Nee, mag altijd meer, dat hoor ik hier aan mijn rechterflank. Nee, maar ik wil daar toch even op reageren. In de gesprekken gebeurt heel veel. Als je kijkt naar de besteding van het MIRT en de discussie over of er geld beschikbaar is voor het opheffen van de ontbrekende schakels in het railnetwerk, dan wordt er gelijk gezegd 2028 en daarna zien we verder. Dus dat is echt een serieus probleem. De ambtenaren zijn van goede wil. Ook al zijn er binnen ministerie en Rijkswaterstaat ook absoluut mensen die met oogkleppen rondlopen. Die zijn er ook. Ja. En wat het probleem echt is, als je dit vergelijkt met Delta-programma tegen overstromingen, is dat we gewoon geen autoriteit hebben die dit door de verschillende regeerperiodes heen kan bewaken en uitvoeren. Daarom moet er een Delta-plan komen. Dat is even op nationaal niveau. Dan denk ik dat we hebben natuurlijk, of de overheid heeft geprobeerd om de regio's onder een koepel van de provincie te zetten. Door voor de Noordvleugel Flevoland en Noord-Holland samen te voegen. Nou, dat is niet gelukt. Maar het is natuurlijk wel een issue dat een metropoolregio, waar in ons geval Utrecht absoluut ook in zit en Amersfoort ook, dat moet gewoon onder één bestuur komen. En als ik nu hoor van hoe de vervoersregio Amsterdam werkt, dan hoor ik weer dat het voornamelijk geïnteresseerd is in wegen. Dus er zitten eigenlijk een aantal, eigenlijk als je het over subsidiariteit hebt, dan gaat het over politiek, dan moet je het zo organiseren dat je de besluitvorming inderdaad op de juiste bestuurslagen neer kan leggen. En dan kan het ook niet zo zijn dat de metropoolregio Amsterdam gehijacked wordt door mensen uit Meppel. Want dat is nu, dat is gewoon aan de hand. Er komen gewoon beslissingen in de Tweede Kamer, komen niet door, omdat we hier geen eigen financiering hebben. Dit is nog een laatste ding. Dat is dat ik vind dat stelselmatig, ik heb heel veel respect voor de spekkoek en voor allerlei andere pogingen om de financiën in kaart te brengen. Ik vind ook dat de metropoolregio en ook de regio Utrecht en ook de regio Amsterdam of Rotterdam-Den Haag, dat die zichzelf ook iets kunnen verwijten. Want ik heb ook binnen het ministerie gehoord dat daar heb je weer zo'n gemeente die een tunnel wil, of daar heb je weer een gemeente die hoogfrequent spoor wil. En waar blijft dan die verdichting rondom het spoor? Ja, die komt niet. Ze willen wel voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. En als je kijkt naar de succesvolle voorbeelden, Kopenhagen, Stuttgart, noem ze allemaal maar op, dan is het een gelijktijdige aanpak van ruimte en mobiliteit. En dat is de enige manier. En als je, en het kan heel simpel zijn, Hongkong zegt we hebben 25.000 inwoners nodig per knooppunt. En dan kun je gewoon zo'n hele rail winstgevend ontwikkelen. Nou, dat lijkt me een enorme. Laatste woord. Ik deel absoluut die opvatting hoe je naar voren kunt met elkaar. Als je goed samenwerkt. Precies, maar dus op de juiste laag, de juiste bestuurder met lef. Maar we zullen het wel gewoon moeten aanvangen zonder dat dat al voor elkaar is. Want het bestuur ziet er nu gewoon even zo uit zoals het is. Oké, dat gaan we doen. Wat nodig is, is lef. Wij moeten het lef hebben om ook uit die auto te stappen. We gaan dat doen. En we zijn hier nog lang niet over uitgepraat. Dus al deze mensen die hier zijn, we nemen jullie op. Ik heb ze allemaal fotografisch nu in mijn geheugen. Jullie moeten naar al deze bijeenkomsten komen, want jullie praten ontzettend goed mee. Achterste rijen moeten nog een beetje loskomen, maar dat komt goed. Mobiliteit, het is een issue. We moeten het op de agenda zetten. En hier in Pakhuizen Zwijgen gaan we dit heel vaak op de agenda zetten. Ontzettend bedankt voor jullie komst. De urgentie is gevoeld. Laten we die snel gaan wegdrinken met een lekker goudgele rakker beneden aan de bar. Applaus.